Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mediaraven en Garage Eddy van Rontergem. Welkom bij Blue Eyed Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's, voor Buffalo's. Ik ben Thibaut en ik zit hier opnieuw in Gent met Jentel, Cedric en Gogo. Welkom mannen. Dank u wel. Lang geleden. Goedemorgen. Vrij lang geleden inderdaad, van vorige week Arnar op de podcast. Twee weken geleden. Ja, 2 weken geleden. Ja. En nu weer met ons vast team, zou ik zeggen. Dus hoe is het verlof geweest, mannen? Op het gemak, op het gemak. Goed, ja. Ik heb niet echt verlof gehad. Ik ben wel 1 keer uit geweest naar Amsterdam. Was plezant. Dat is ook plezant. Voor de rest, werken, werken, werken. Dat is spijtig. Ik heb space wel wat genoten. Ah ja, juist, ja, dat was mijn verlof eigenlijk. Ja. De verlof van mijn lever. Hij zegt dat hij niet op verlof is gegaan, maar elke avond was die groepschat. Ding, ding, ding. Maar dat is iets anders. Cedric? Goed. Ik ben naar masterproef. Eerst mijn masterproef afgewerkt. Daarna ben ik naar Finland en Estland gegaan. Want mijn vriendengroep heeft zoiets van: waarom zouden we naar warme plaatsen gaan? We gaan naar koude plaatsen. We hebben daar ijshockey gezien en zo. En het was wel wijs om een keer een andere sport te zien. Gekke sfeer ook? Beetje vergelijkbaar met voetbal wel. Het was veel kleinschaliger natuurlijk. Maar er was daar ook een harde kern die sfeer maakte. Die zaten nu gewoon in de hoek. Die hadden ook zo wat liedjes die eigenlijk op dezelfde deunen zijn als die van ons. Ja. Maar dat was, wat dat mij opviel was de snelheid van dat spel. Dat was echt gestoord. Hoe, oh, ik zat soms naar rechts te kijken en die puck was al links. Dus dat was zo klein dingetje ook. En ook heel soort team switchen. Zo, Hansen defense eraf en Hansen defense erop. En dan weer een Hansen aanval. Ik had echt niet voor dan nooit gezien. En ook, ze zijn daar super gewelddadig. Allee, je denkt eerst dat super gewelddadig. En dat klopt tot een zeker niveau. Want het is gemiddeld 1 vechtpartij of zo per match. Ook bij ons. Maar vaak denk ik. Allee, zetten ze dan de verdediger daardoor tegen de rand vast of zo, door die daarin te beuken. Dus dat is ook een tactiek. En soms denk ik dat ze ook gewoon niet mee kunnen afremmen, omdat ze doodaan snel gaan. Wat zat het is van die wil, jongen. Voilà. En daarna ben ik naar Estland gegaan, natuurpark. Ik heb ook op de span van een half uur een Estse bomma bijna gekust en bijna aan elkaar geslaan erdoor. Dus dat was ook. Vertel, ik heb meer context nodig. Ja. Ah, heeft dat context nodig? Je waren net nieuw een podcast moeten maken voor Cedric. Deze kan niet meer. Hoe ging het nu weer? Ik had veel gedronken. Nee, het is niet waar. Toch wel. Ah ja, dus we zaten in een natuurpark in Estland. Dus dat is mijn. Je moet daar met een bus naartoe. Dat is een bepaald. Dat is 2 uur of zoiets dat je daar naartoe moet. En ik en een maat zaten van voor op. Op stoelen, zoals iemand doet in een bus. En op een bepaald punt komt er dus een oude bomma binnen. En wij zijn goed opgevoed, dus wij zijn van, we gaan ons recht staan dat die bomma kan zitten. Natuurlijk, ik zat meest aan het raam, dus die maat is weg. Ik zat daar met die bomma, ik dacht, godverdomme. Natuurlijk, dat was zo een mega praatgraag mens. Die had waarschijnlijk voor het eerst in 3 jaar nog eens een mens gezien. Dus die begint daar te leutelen in het Est tegen mij. Ik weet niet of jullie ooit Est hebben gehoord, maar pff, dat klinkt echt, ja, dat is afschuwelijk. Dus, maar ik denk, ja, ik moet hier toch wel iets van respons krijgen. Dus ik dan mijn laatste percentjes 4G aanzet en ik had Google Translate geopend. Natuurlijk, dat mens heeft geen idee wat dat Google Translate is. Dus die dacht dat ik Est sprak. Dus die begon daar een heel gesprek over haar familie te doen. Dus ze doen altijd zo van die mensen. En dan denk ik gewoon zo, typ ik de leeftijd in. Een vraagteken erachter, zo van, want ze proberen dat zo wat duidelijk te maken met een rand, hoe oud dat die persoon was. Zeg ik, 22, oh, 22, allee, zoiets. Dan de volgende. Op het einde heb ik heel die familie gezien. Een heel stamboom. Zeg. Wat dat mij opviel was dat, haar man zal er waarschijnlijk niet meer zijn, dus heel triest. Maar dus, voor de rest had hij een gigantisch grote familie. Nu, op een bepaald punt denk ik, ik ben door de familie, ik kan mooi gaan slapen. Dus ik leg mijn hoofdje tegen dat raam. Bomma carede niet, die bleef gewoon doorbabbelen. Ze begon allemaal foto's te tonen van zo, wat dat ze daar eten. Zo echt, gelijk, een typisch bommetje. En wat dat mij opviel, in Estland eet ze heel veel vis. Dus, ik ging vragen via Google Translate, of ik ging zeggen via Google Translate, jullie eten veel mossels hier. Maar bij hier heb ik per ongeluk, in plaats van een i, oh no, een o. Dat is een asfalt. En Google Translate was tamelijk snel om dat te vertalen. En ik zag de bom haar gezicht veranderen van pure joy. Nou, ik heb die man met zijn hoofd
Die in die ruit kletsen. Dus ik stap van die bus. Ik zie heel die familie die ik via die foto's heb gezien, staat daar klaar. Er staan daar zo twee van die Boratsk dudes bij. Dat ik dacht van, oh nee, dat, ik ga hier gewoon de lel krijgen langs alle kanten. Gelukkig had het mens Alzheimer. En was al bijna vergeten dat ik dat gezegd had. Ze herkende gewoon mijn gezicht, maar ze was eigenlijk al op een helft vergeten van het gesprek. Dus die familie was zo, oh, ik heb blij maar naast ons bomma gezien. Dus op zich was dat een zeer toffe vibe, maar ik denk als je mijn gezicht had gezien, voor die 3 milliseconden dat ik hier, dat ik hoer in plaats van hier typ, dat was niet schoon. Waarom vertel ik dit? Ja, inderdaad. Ik had een fijne vakantie voor de rest al had. Voor de rest zeer fijn. Estland is echt aan te raden. Dat is een land dat niet zo bekend is, denk ik, om op reis te gaan, maar was echt zeer mooi. Ja. Dus ben je gewoon niet met Google Translate als je naast bommels zit, maar voor de rest zeer tof. Hebben we een Estse tegenstander in de loting? Denk ik niet, hè? Nee. Jentel, hoe was uw vakantie? Daarna beginnen over voetbal. Ik heb mijn beste proef afgewerkt. Uh-huh. Geslaagd ook, ik hoor. Ja. Eindelijk. Let's go. Voor de rest, ja, wat uitstapjes en zo. Ik heb er zo geweest van die dingen. Okay. Niet te veel, ja. Nice. Wat gaan we doen? De nabeschouwing van de matchen. Yep. Tegen Partizan en Antwerp. Ja. Mm-hmm. Dus man of the matches. Jentel, wie was uw man of the match tegen Partizan? Die match in, op Partizan heb ik niet gezien. Ja, dat was zo betaalde ding. Dat van, ja, zot, kan je geen 10 euro betalen. De match thuis heb ik wel gezien, maar ben ik, weet ik eigenlijk niet veel meer van. Ik weet wel nog. Dus vorige week doen wij een bericht op Instagram. Hallo, we willen kwalitatief volle analyses. Ja. We gaan beter voorbereiden. Kom, ik ga officieel. Ik heb eigenlijk geen idee. Ja, het waren ook geen twee zotte matchen. Wanneer het waren ook geen twee memorabele matchen. Het waren 0-1'tjes. Ja. Dus. Waart er toch op Partizan, ja. Thuis? Ja. Ja. Op Partizan? Thuis was ik natuurlijk. De goal van De Loze staat nog in mijn geheugen gegrift. Ja, dat weet ik nog. Dat was een prachtige Julien de Saar-achtige knal van op rechts, linkerbovenhoek. Ja, met twee schone goals zien van week. Dus ik zal maar zeggen, De Loze zeker. Zeker. Oké. Cedric, je hebt wel de match beter geanalyseerd. Ja, ik dacht, we doen een officiële mededeling. Dus BP gaat hier met zijn laptop zitten, mooi voorbereid. Leuk dat niet iedereen dat doet. Maar, om over uw vakantie te praten. Ja, voilà. Dat is een Estland. Ik heb eigenlijk mijn gevoel dat ik had bij de thuismatch tegen Partizan, of de dingen die mij daar opvielen, die vielen mij ook wel op bij Antwerpen. Dus ik denk dat ik gewoon die twee samen. Ik ga straks misschien wat minder zeggen, omdat de dingen die ik nu zeg, wil ik daar eigenlijk ook zijn. Maar. Mijn man van de match, of gewoon de speler die ik wil belichten, is Gambor. Omdat ik wel. Het gevoel rond Gent is denk ik niet optimaal op dit moment. Of het kan al sinds beter, maar als je puur kijkt naar de cijfers sinds Gambor in de ploeg staat, hebben wij 4 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Ze hebben zogezegd ongeslagen. Natuurlijk, er zitten daar. Silkeborg zit daarin, een Partizan. Dus. Zijn dat super moeilijke matchen? Nee. Maar wat dat mij opviel is dat ik vind Gambor, we gaan daar sowieso nog punten aan verliezen. Die gaan nog fouten maken, zo jeugdige fouten. Omdat hij zo wat risico in zijn spel heeft. Ja, inderdaad. Ja. Maar het is dat risico dat ik net zeer hard apprecieer, want die durft echt vooruit spelen. Zijn inspeelpasses vooruit zijn vaak strak genoeg. Bijvoorbeeld de goal van De Lorge tegen Partizan. Begint eigenlijk omdat Gambor een goede. Die pas is nu ook niet een wereldpas of zo, hè, maar dat is een strakke bal vooruit naar Samwaze, die dan ruimte heeft om te kijken. Maar ja, zijn voorzetten ook altijd strak en meestal ook vrij precies. Ja, dat viel mij iets minder op of zo, omdat vanuit die positie zijn voorzetten minder succesvol, denk ik vaak. Maar ja, wat ik zei, dus die heeft lef aan de bal, die. Als die in een 1-op-1, of als hij even geen aanspeelmogelijkheden heeft en hij komt op een 1-op-1, dan kan hij die man voorbij gaan. In Partizan ging dat dan wel een keer fout en wilde hij zich corrigeren en pakt hij dan die gele kaart erop. Maar ik vind dat een verademing in vergelijking met Kanduz of Mitrovic, die daar vorig jaar stonden. En ik vind die 3 van achter nu, Gambor, Watanabe, Torunariga, vind ik een upgrade ten opzichte van de verdediging van vorig jaar. Het enige dat daarbij komt, en dat linkt misschien wat aan
transfergeruchten dat we straks gaan bespreken, maar, of het gebrek aan, maar als er daar één uitvalt, bijvoorbeeld Torunariga, dat is nu niet bepaald de meest blessure-ongevoelige speler, dan ben je wel gescheten, want ja, dan heb je nog Mitrovic, maar dan zit je erdoor. Ja. Nurio misschien op die positie, maar misschien Kolonaks nog inpikken eerst op de match, misschien, voordat ik over transfers ben, want voor mij heeft het ook te maken, ik wil het nu niet van u stelen, maar mijn man of the match was zeker een, vooral een tweede match, dus een thuismatch tegen Barcelona, was voor mij Fadiga, vond ik echt de beste bij ons op plein. Ik kwam echt allemaal via dat. Dus ik wil eigenlijk gewoon ook vooral de kanttekening maken aan die rechterflank. Ah, wel, ik ging daar inderdaad ook naar gaan. Jij misschien ook. Ja, dat we anders spelen. Sinds dat Gamboor in de ploeg staat, spelen we eigenlijk dynamisch. Klopt. Je zegt op papier spelen we zo gezegd 3-5-2 of 5-3-2. Met Brown en Fadiga op de wingbacks. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat, denk ik, de verdedigende posities. En als we aanvallen, schuift Fadiga naar de winger. Hè. Heb je daar in één keer een heel goede afwisseling tussen Gamboor en Fadiga, omdat Gamboor dan rechtsbak speelt. Maar dat is eigenlijk centraal verdediger, verdedigende middenvelder van opleiding. Dus die is defensively, en is die wel... Allee, heeft hij dan meer in mind dan enkel aanvallen? En kan Fadiga gewoon, wat ik eigenlijk ook al een jaar zeg, dat ik dat nooit een wingback vond, die kan echt gewoon gelijk een dolmond gaan, gelijk dat hij... Allee, daarin is hij het best. Net in de ga gewoon met zijn oogkleppen op en beginnen... Ja, en maar Gamboor zorgt wel voor die stabiliteit en die balans, zodat hij op rechts komt daardoor. Dus ik vind dat wel goed bekeken, want Franke nu... Het is nu geen rocket science meer. Na drie matchen zie je het nu wel, wat er gebeurt. Maar ik vind optimaal voor die twee. Want vorig jaar was er daar geen plek voor. En nu hebben die twee wel een plek in de ploeg gegeven. Door dat systeem zo dynamisch te spelen. En Fadiga had kunnen laten gaan en dan weer een beetje laten inzakken. Gamboor die vooral defensief denkt. En Nice Marcelo Hercot heeft. Dus mijn man of the match ging naar Fadiga. Maar ik vind wel Fadiga dat hij... Zijn voorzetten zijn vaak wel niet super, vind ik. Zijn vaak heel, heel ver. Hein zei dat ook. Ja, een beetje anders kijken, hè. Vaak, vind ik. Daarin is Samuazen wel beter, hoor. Dat wel. Gisteren was de Hein op... Of wanneer? Nee, eergisteren. Was de Hein die commentaar gaf bij de wedstrijd tegen Antwerpen. Ik heb die thuis gezien, want ik had de dag ervoor een trouw. En trouwen kunnen al keer uitlopen. Maar dus, die zei dat ook, van ja, Fadiga is, en je ziet dat ook, hè, die raakt zijn man voorbij, er zit daar wel iets in, maar de laatste, hoe zeggen ze dat, laatste derde van het plein of zoiets, of een efficiëntie naar assisten en goals, ontbreekt dat voorlopig. Maar zijn trap is vaak wel goed, hij heeft niet vaak gescoord, maar die is wel vaak goed, zie ik. Terwijl, aan de andere kant, Brown, zijn trappen zijn dan vaak wat wilt of zo. Ja. Ik denk als hij wat meer zou scoren, zo af en toe een keer hoog kan meepikken, dat wel echt punten kunt pakken. Want hij komt wel vaak in die positie van. Ja, en hij komt ook heel vaak waar hij dan zit in als systeem. Is het heel veel. Nou, spitsen komen niet echt heel veel aan de bal, want het is heel veel wingplay. En dan als de links wingback of winger, dan de andere bak zit al bijna in 16e. En daarvoor is het wel een Franke speler, omdat hij wel graag met een hoge bak speelt. Ja. Denk dan aan Munoz en zo en Arteaga. Dus dat valt wel op in het begin van het seizoen dat we. Dat speelde toch met een 4-4-2 toch? Toen speelden we anders. Ja. Toen is het in één keer geswitcht terug naar 3-5-2. Ja, omdat we niet wonnen, hè. Ja. Dus maar het geeft wel aan dat hij wel dynamisch is. Ja. Hij is flexibel. Want gelijk hij van Asbroek, die week niet af van zijn systeem. Pas op, hij deed dat ook. Hij deed een beetje hetzelfde als wat Franke, maar minder opvallend. Hij heeft ook een paar matchen dat hij van Diga geprobeerd, helemaal in het begin. Maar ik denk dat vooral de rode kaart hij pakt tegen Brugge, als hij inviel... Dat bij hem de deur heeft dichtgedaan bij Van Aasbroek en dat hij dan niet meer in de bovenste schuif lag. Maar Van Aasbroek was ook wel gewoon zo echt een Samuazen fan. Ja, terecht. Maar wat ik vind dat... ik denk dat in het systeem dat we nu spelen, brengt Fadiga waarschijnlijk meer dan Samuazen. Alleen, wat dat mij wel opviel, is dat... En dan, dan maak ik direct de link naar het middenveld. Maar ik vind dit seizoen wel een beetje, ondanks de prachtige goal dat Kums maakt tegen Antwerp, dat... je toch wel begint te zien of zo, dat hij oud wordt. Ja. Tuurlijk. En dat is uiteraard geen probleem. Hij is de beste voetballer die we ooit hebben gehad. Maar ik vind dat je... of één van de beste voetballers die we ooit hebben gehad. Zie ik ook wel kijken zo. Nee, maar hij zit zeker in de top 3. Voilà. Zeker. Maar wat ik dus wel... omdat ik dat wou linken aan Van Aasbroek. Vorig jaar bij Van Aasbroek had je vaak, als wij een balverlies zaten, dan kwam Samuazen op zijn flank, kwam die helpen op middenveld, om daar een man meer te hebben. En dat is, tenzij dat jullie mij gaan tegenspreken, maar ik heb het gevoel dat dat op
dat dit jaar in dit systeem niet zo is. Dat er geen man van de flank naar binnen kruipt om te helpen op het middenveld. Wat dat ik ook vind dat je ziet in het balverlies zijnde, dat we daar soms worden weggespeeld of de ruimtes niet kunnen belopen. Bijvoorbeeld overlopen, de goal tegen Antwerpen die komt, is gewoon een bal die... Allez, of er komt daar dan een duel... 2x2 de bal verliezen is dat eigenlijk, hè? Ja, ik weet niet. Het is niet Thierry, maar er is iemand die dan dat duel wint en Thierry geeft of zoiets. Maar de ruimte die dan tussen verdediging en middenveld lag, was te groot. En daar komt dan die goal uit. Maar dat is nu één punt. Maar ik heb gewoon in het algemeen vaak het gevoel... Mij, en misschien is dat verkeerd van mij om dat nu te denken dat er enkel met Cums in de ploeg is. Misschien dat is waarschijnlijk ook bij andere spelers. Hè, maar ik heb het gevoel dat we minder de ruimtes kunnen belopen op het middenveld of zo. Het heeft niet met lopen te maken. Het is Frankenbal. Hè. Frankenbal die speelt echt om een goal meer dan een ander te maken. Hè. Dat is allemaal naar voren, ook de backs. En uiteindelijk, je speelt met een driehoek op middenveld met je punt naar achter. Dus zijn er al twee naar voren eigenlijk. Dus eigenlijk, als iedereen commit, zitten mij twee centraal verdedigers en uw verdedigende middenvelder, die uw restverdediging zijn. Dus ja, maar die verdedigende middenvelder is er vaak zelfs ook en al. En dat is de lorge, maar ook niet geen zuivere zes is. Dus daarom ook zitten denk ook aan eventueel die een Ito misschien wat meer kans te geven. Voor balans in het middenveld is dat wel beter. En ik denk ook dat hij die wel meer zal gebruiken. Dan heeft hij lopers met Gandelman, de lorge en die Ito allemaal met een beetje gestalten ook. Maar inderdaad, de bal, allez, ik kon nog niet oorschakelen misschien naar Antwerpen, maar er is daar twee keer een balverlies. En de tweede balverlies is de lorge die een 50-50 van die Sherry verliest. Ja. En daardoor ligt alles ineens open. Maar Frank speelt wel om één goal meer te maken dan een ander. Dus die moment neig je gewoon. Die speelt met ogen druk. Bal naar voren. En als we de bal zo hoog mogelijk recupereren. Maar als je inderdaad door die linie breekt, is het wel echt met de billen dicht uiteraard. Dat viel wel nog meer op in die eerste match, vond ik. Dat die restverdediging zo klein was. De allereerste match weet ik dat wij soms echt op tegenaanvallen stoten. En dat Watanabe daar stond, bij wijze van spreken, alleen. Allee, dat is nu overdreven, hè, maar... Echt met drie man of zoiets. Maar dat is denk ik wel een beetje gecorrigeerd. En ze hebben daar dan dat gesprek gehad na Charleroi had geweest zijn, denk ik, dat we daar verliezen. En het is dan ook dat je dat systeem ziet veranderen, dat Gamboor in de ploeg komt. En dat we sinds dan dus ongeslagen zijn. Terwijl dat ik vond dat tegen Antwerp, als we daar verliezen, als we winnen, kan ook een statement voor gemaakt worden. Moet Peter penalties leren trappen. Maar... Als we verliezen, dat kan daar ook even goed. Want allez, er zijn veel goals die worden afgekeurd daar bij Antwerpen. En het gevoel dat ik had in de match is dat Antwerpen dichter bij een goal was dan wij. Ja. Toch zeker in de tweede helft. Zeker op het einde dacht van, als er nu iemand scoort, had Antwerpen. Misschien just een keer een moment die we zijn man of the match aan Partizan vragen. Dan kunnen we Antwerpen erbij pakken. De Lorge was mijn man of the match tegen Partizan. Niet alleen door zijn goal, maar ik vond hem echt gewoon zo heersen. Ja. Mm-hmm. Als jonge gast die er net bij is, vond ik wel gewoon zo. Die is 20 zeker, zijn. Ja. Dat was echt, als je hem niet zou kennen en zou gewoon als leek naar die match kijken, zou je echt denken, ja, dat is de kapitein die De Saar is er nog. Ja. Of dat inderdaad, dat is echt zo, hij heerste overal, hij was alles aan het verdelen. Ja. Ja. Hebben jullie het over de move van De Saar gehad vorige keer? Met Arnar, ja. Wat vinden we van die move? Ja, spijtig. Ja, spijtig, maar ik begrijp het. Oh. Ik vind echt een vodden van een vent nu. Nee, ja, ik heb dat 100%. Tuurlijk vind ik dat jammer. Maar dat is een gast die buiten 2 jaar heeft hij al een keer naar buitenland proberen spelen. Toen bij Middlesbrough en bij... Godverdomme, iemand had mij neersteken. Maar Coventry of zo. Derby. Ik kan dat hier opzoeken. Hij heeft bij Bobke gespeeld onder Middlesbrough. En dan is hij teruggekomen naar Bayern. Eigenlijk heeft hij een gast Hans zijn leven in Bayern gespeeld. Dus nu zit hij op een punt... Er was al sprake, het tekent eigenlijk bij. Misschien kost het naar het buitenland, maar dat kwam er maar niet van. En dan in één keer krijg je een papiertje voorgeschoteld waar dat er 6-0 op staan. Je bent eind de 20 en je kunt eigenlijk gaan pakken en voor de rest van je leven waarschijnlijk niet meer moeten werken. En misschien je familie ook niet meer. Jij mocht dat laf vinden, maar je kunt daar niet over oordelen zolang dat je zelf dat papiertje een keer voor je ogen hebt gehad. Maar het verschil met zulke dingen, want dat is bij elke speler die naar... naar de zandbak gaat, dat ze dat zeggen. Hè, van, je kunt daar niet over oordelen. Het verschil, dan wordt er altijd gezegd, als jij een briefje voor je neus krijgt met 3-0 extra, dan gaat het misschien ook gaan. En dat kan zeker waar zijn. Hè. Maar het verschil tussen een voetballer en...
Als je dat zegt tegen een gewone mens, die een gewone mens is nog niet binnen op dat moment. Ja. De Saar moet eigenlijk, als hij hem niet doucht met champagne elke dag, is die mens, ça va, hè, die moet maar zijn pensioen een beetje normaal regelen en die is er. Hè. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat echt onschat. Want de Saar is op zijn einde 20 bij Gent gekomen, heeft misschien vorig jaar een dure contractverlenging gehad. Daarvoor had hij zeker niet het duurste contract. We hebben die gratis gekocht trouwens. Die heeft bij Kortrijk gespeeld, bij Standaard, echt niet bij rijke ploegen, maar dat hij bij... Van waar hebben wij die? Gewoon gratis van Kortrijk. Gratis van, ja. Die heeft echt niet veel verdiend, hoor, vriend. Dat is echt... Allee, die heeft gemiddeld verdiend hebben. Dat vind ik nu een rare manier om te zijn. Nee, maar die voor een voetballer. Voor een voetballer in België. Ja. Ik zou me daar toch Gent geeft sowieso. Voor ons is dat waarschijnlijk veel geld. Maar als hij enkel in België blijft spelen en hij leeft daarna 3 jaar, is dat op zijn vriend? Allee, sorry dat ik het zeg, maar... Hij leeft 3 jaar zonder te werken, moet hij dat, ja. Maar ja, dan, hij moet dan misschien wel iets... Ja. Hij moet zorgen inderdaad... Hij gaat niet gewoon op zijn gat kunnen zitten totdat hij 80 is. Dat kan hij in Saudi dan wel doen. Ik durf echt wedden dat Nuriot een beter contract heeft gehad dan Saar. Dan wie? Ik ken het niet gehoord. Sorry. Nuriot Fortuna. Dat zal misschien een fout geweest zijn toen, ja, dat is waar. Anyway. Nee, ik denk... Allee, die zijn contract, ik vind dat hier niet hoeveel dat die verdient, maar die zal... Ik snap je frustratie, hè, maar hij is ook wel 29. Maar die kon toch echt naar andere ploegen? Ja, op een gegeven moment denk ik wel, maar het feit dat hij nu voor Saudi kiest, denk je dat hij een boot gewoon gaan varen is. En als hij zegt dan van oké, heeft zijn contract verlengd, we gaan te veel moeten spenderen aan Julien Saar als buitenlands ploeg. En dan is er die in de reddingsboei smijt en hij was er duidelijk zelf ook niet goed van, hè, want... Maar dat was nog een keer belachelijker dan zijn moves. Ik heb die brief gelezen. Ik zat te lachen op bepaalde punten. En gasten, wat zei hij? Op een bepaald punt zegt hij iets van: ik doe het voor mijn kinderen. Of zo. Gast, hij woont in België. Het was precies alsof hij elke dag zijn kinderen in de pompbak moet wassen of zoiets. Maar ja, nee, dat is eigenlijk wel wat bedoeld. Ik bedoel, dat zijn kinderen waarschijnlijk ook niet veel meer aan moeten werken. Dat bedoelt hij. Ja, oké, man. Nee, de kinderen op om lui te zijn. Ja, oké, maar dat is iets anders. Dat is een ethische kwestie en ik geef je daar gelijk in. En ik zou misschien zelf ook die keuze niet maken, maar ik begrijp ze wel. Snap je? Ik begrijp de keuze voor veel geld. Ja, ik begrijp dat. Maar het is een voetballer. Die heeft sowieso al veel. Allee, alsof dat er niet een andere transfer was dat hij kon maken, waar dat hij ook veel geld ging kunnen verdienen, genoeg denk om... rustig zijn pensioentje. Ja, maar er is echt wel nog een verschil tussen veel geld bij Gent verdienen. Dus het is echt hebzig. En zelf in Duitsland of zelf in een andere ploeg in de middenmoot, dat is echt meer dan een 2-3-dubbele. Allee, sorry dat ik het zeg, goed, maar dat is echt gigantisch. Als je een beetje verstandig omgaat met je geld, en hij blijft een beetje actief en blablabla. Dat kunt. Natuurlijk, maar het is maar gewoon dat er nu iemand naar u komt en die komt naar u morgen en die zegt: kijk, hier een papiertje. Je moet 3 jaar met mij mee. Ik geef 3 jaar van je leven, maar daarna kun je terugkeren en je hoeft niet meer te werken. Als ik al zoveel geld heb... Ik heb het verschil daar inderdaad. Nog 5 jaar, dat is het verschilpunt, vind ik. Ja, ik weet wel, ja. Ik ben nog jong. Ik weet, het echte leven moet nog beginnen, zeg maar. Maar ja, ik weet niet. Maar dus het Antwerp. Moet het allemaal om geld draaien. Maar ik kan nog juist iets over Partizan, dat is mij ontgaan even. Maar ik had het opgeschreven, maar ik ben het overheen. Dat op een gegeven moment, wat dan al bij... Om minuut 77 echt dan een tackle doet. Mm-hmm. Ja. Ik had zo even een flashback naar, juist, dat naar, echt naar weg, Camille tegen, tegen West Ham. Dat was een dikke redding, want het stond op dat moment 0-0. Het was 2 tegen 1. Er kwamen 2 aanvallen en hij stond er praktisch alleen. Hij heeft dat in de eerste helft ook gehad, dat hij 1-1 kwam. En dat Fadiga juist een serieuze inspanning had gedaan. En Gambor was ook weg, denk ik. En die twee konden niet op tijd aansluiten. En hij kwam dan ook 1-1. We waren nog bijna uitgekapt, maar dan keerde hij toch nog terug. En dan... Dat slaat je daar en dan dacht van, oh, mooi. Mm-hmm. Echt, ik vierde gelijk dat een goal was. Of zo. Ja. Maar dat was minuut 77. Het stond 1-0 voor ons. Dat van, als dat 1-1 wordt... 0-0, hè? Ja. Oh, ja, 1-0 in totaal. Ja. By the way, dikke SO naar Davy Roef. Die match, iedereen had het aan de proef. Ja. Maar als hij niet in de hoogte staat, kunnen we daar 3 of 4 keer 0-1 achter komen. Dat is waar. Ja, dat is waar. Dus altijd, zit ook altijd bij mijn... Top 3-4 presteerders, als ik een man of the match moet kiezen, is bijna Davy Roef zit er bijna altijd. Van hem die hand er wel twijfelachtiger. Ja. Er was één afgekeurde goal waar een butterfinger bij zat. dat klopt wel, dat klopt inderdaad. Ja. Dat is 1 op de 5 matchen bij Davy, dat weten we. Ik ben ook zeer benieuwd hoe de transferbalans gaat zijn op het einde van het seizoen. Ja, vorig jaar hadden wij hier een aflevering met Yannick Toelen voor de nieuwe fans. En daarin zei hij dat... het geheim achter de vele penalties die Davy Roef pakt, toenmalige keeperstrainer Frankie van Driessen was,
Die zit nu in Kortrijk. Die is weg. Dus dat is interessant om te zien of dat Davy evenveel penalties pakt als vorig jaar. Ja, inderdaad. Maar ik weet nu dat moet, hè, dus. Ik wil ook nog zeggen, voordat er een of andere dool in de comments begint te gaan, ik vind Julien de Saar nog steeds beter dan Renato Neto. Ik vind hem nog steeds een van de beste voetballers die dat wij ooit hebben gehad. Die zei eigenlijk. Alles wat ik zeg was omdat mijn hartje gebroken is. Maar dat is gewoon een beetje liefde. Dat staat los van die transfer en wat ik daarvan vind, inderdaad. Dus ja. Dat wil ik wel nog zeggen voordat er iemand begon. Ik vind het gewoon anders dan iemand van 22 die naar een zandbak gaat. Dat is wel waar. Maar gelijk die ding van Union, Cameron Puerto, die is, hoe oud is hij, 23? Niets knouder, denk ik, met Google Man, ik heb zoek. Maar die is, ik had trouwens gelijk met Julien de Saar. Julien de Saar was inderdaad naar Middlesbrough en Derby gegaan. Don't add me. En wat moest ik nu op zoek? Cameron Puertas. Ja, want die was dat 2 weken geleden opnieuw zoek dat ik dat hoorde. Maar dat was al 15 millies. Ja. Puertas is 26. Oké, ja, 26 is nog is wel prime. Meer dan jong genoeg. Hè, om, ja. En dan, je hebt al het gevoel van, bij die nog meer dan de Saar heb ik het gevoel van, die had wel nog een stap kunnen zetten. Ja, bij de Saar had je niet echt het gevoel van die gaan nog naar een Europese subtopper of zo gaan. Het was inderdaad nu of nooit. En ik denk dat het. Vind je dat? Tuurlijk. Maar voor vorig jaar zitten wij hier allemaal bijna net niet klaar te komen over de Saar. Nee, maar hij heeft gelijk, want het was zuiver ons beste speler vorig jaar. Ja. Tuurlijk, maar hij had dan ook een contractverlenging getekend bij ons. Ja, maar Fofana had ook een contractverlenging getekend net voordat hij vertrok. Dat is natuurlijk een andere leeftijd, maar dat is deels ook gewoon zodat de club sterker staat in onderhandelingen. Ja, sowieso. En dan komt er op het moment zelf is dan mijn berichtje: ik speel heel mijn leven bij Gent, ik ben niet blij te zijn. Dat is allemaal zeven, moet je allemaal niet geloven. Dat is puur financieel. Dat je moet denken, maar die man kon toch perfect mee in een G5-competitie. Premier League, dat is misschien wel, maar dan misschien, die kon toch mee bij een. Ik denk dat wel, maar dat gaat ook. Je moet ook kijken naar andere clubs van die G5-competities die denken: ik heb hier nog een centraal middenvelder van 29 nodig. Geeft hij ons nog marge? Misschien nog 2 goede jaar, maar we weten dat niet. Is al een keer naar het buitenland gaan? Het is mislukt. Maar op zich 29 is ook nog dat... zo. Nee, dat is wel waar. Ik weet het, maar zit wel al op je top normaal. Die grote competities. Dat zijn, spelers die naam 30 nog. Sven Kums is 36. Ik weet het, maar wie van de G5-competitie koopt nog een speler van zo'n leeftijd om dan in de ploeg te zetten? Soms, maar vaker jongere talenten toch? Ja, maar pak gelijk in Italië bij. Ja, dat is waar. Zeg maar iets. Ja, dat is waar. Of Atalanta. Was zijn competitie wel geweest? Atalanta is wel... Oké. Nee, maar weet bijvoorbeeld de transfer die Tissou Dali maakt naar PAOK. Ik ook. Maar, nu zitten jullie hier allemaal, hè? Inderdaad. Maar bijvoorbeeld... Julien de Saar naar PAOK. Bijvoorbeeld, ja. Misschien niet... Zou ik echt nog een dwazere transfer doen? Oké, dat is misschien waar. Maar gaat mij toch niet zeggen dat hij daar niet mee kan? Tuurlijk wel. Ja, daar wel. Maar dat is geen stap hogerop, kan toch ook mee in Portugal waarschijnlijk? Ja, niet bij Benfica of Sporting. Zou het veel raarder gewoon dat er geen stap hogerop is. PAOK. Van Gent. Nee, maar... Tissou Dali heeft niet noodzakelijk stap hogerop gezet. Die wou gewoon weg. Ja. Wat zeg je, Cedric? Sorry. Dat Tissou Dali niet noodzakelijk een stap hogerop heeft gezet met PAOK. Ja, nee, inderdaad. Maar die wou gewoon weg, hè. Julien was hetzelfde, hè. Vorig jaar in extra time, in de winterstop, in de ja-nee... Zegt Julien dat hij weg wilde? Nog voordat hij er open voor staat. Ja. Geef het op, hij is weg. Maar ik kan er niks meer aan doen. Stop met mijn aantrekken. Ik heb hem altijd bij beelden. Als je dan niet ziet wat er onder tafel gebeurt. Nee. Laten we het over Antwerpen hebben. Gentel, uw man of the match? Ik heb er 2 mogelijk opgeschreven. Mm-hmm. Denk, logisch, Kums met zijn prachtig goal van redelijk ver. Maar zijn, dat was nu al 2 matchen, dus tegen Antwerpen en dan de voor tegen Partizan, dat ik al in de opwarming zag, dat hij echt, echt in vorm is met die trappen. Ja. Want tegen Partizan, ik weet nog, ik zat daar nog, ik denk, ik zat daar alleen, ik had er ietsje vroeger, of hij was er al bij, of niet, zoals bij, ik weet niet meer. En op een gegeven moment trapt hij toen een bal in de naak, zijn god, een jaar. En dacht van, als hij dat gaat doen binnen dit en zoveel matchen, dan ga ik eens scoren. Ik ben er 100% zeker van. Misschien heeft hij wel extra uren training met Billy gedaan. En dan tijdens opwarming voor Antwerpen zag ik het ook weer, dat hij daar weer een paar ballen binnen schoot met. Van toen ik eens scoren de volgende match. Het is de laatste. Ik scoor niet veel meer, maar als het is, ik dat. Mij denken, ik weet niet wat vorig jaar of het jaar daarvoor was, heeft hij op standaard ook zo'n keer een raketje. Het was dit er mij serieus aan. Maar het is ook zo'n valse trage bal. Alles gaat gelijk zo'n slow-mo. Hij denkt ook, hij gaat hem nog blokken. En dan ineens. Maar het is gewoon perfect in de hoek. Maar het is gewoon omdat hij zo in de winkelhaak gaat. Ja. Want op zich is die bal niet zo snel, denk ik. Maar ik zie het niet. Toch wel hard. Ja.
Spijt dus, dat hij niet op Penny stond. Ja, maar dat is Kums sowieso. En dan had ik nog een tweede naam opgeschreven, dat was Roef. Want dat toch ook al heel wat redding had dan. Het was eigenlijk bij die, een van die afgekeurde goals was het toch niet helemaal oké, maar weet je, afgekeurd, geen idee. Van Kerk. Ja. Ja. Maar even toch een paar keer recht gewoon toch. Ik heb mijn strijk gedaan bij die goal van dat Watanabe op Janssen. Oh my god. Ik zat in mijn zetel en ik ja, dat is zo op moment dat... Ja, maar ken het op het moment dat uw miserie wordt op een bepaald moment zodanig... Je kunt zo niet anders meer dan lachen. Nee, dat je zo gewoon begint te lachen. Maar dat was echt zo'n typische Gent. Typische FIFA-goal ook gewoon. Maar hoe nog Sean dat was, dat met zijn hand was, want je kunt niet scoren met je hand, dus dat is sowieso terecht afgekeurd. Hoe slecht verdedigd. Sorry, je kunt lauweren op Watanabe, maar Davy, ik weet niet dat hij luidt in groep, maar hij komt, dat is echt gewoon geen communicatie daar. En dan nog... Met jassen op zijn hand. Oh, ja, maar inderdaad was er veel discussie over. Van ja, dat is hands en al, of dat is geen hands. Dat is geen discussie. Hij scoort met zijn hand. Dus. Het zit gewoon raar. Het voelt raar. Ja, maar dat is bij mij. Ik zei het. Je scoort met je hand, dus dat is niet ook. Dat is inderdaad het punt aan de lijn. Ja. Ja. Het maar ik heb wel gezien. Niet alsof dat juist is. En het gevoel zegt nee, de regel zegt ja. Dat is, dat is, Maar ja, ik kan gewoon sowieso niet scoren met je hand. Nee, maar ik was zo altijd. Ik had zo de samenvatting bekeken. En het was dus hij die co-commentator was. Dat is wel leuk. Maar dat is, en bij die fase van dus die afgekeurde goal van Janssen, was ze zo van, dat is geen hands, dat is hands. Ja. Was zo een van de weinige momenten dat ik dacht van, nee hands. Ik vind dat ook geen hands, in feite. Maar het gevoel zegt, ze scoort met je hand. Het is wel zo, als wij die goal tegenkrijgen en iemand scoort met zijn hand, dan ben ik echt weeuwend. Dus. Ja, tuurlijk. Zo, dat zou ik nu wel echt begrijpen. Scoren met je hand, dan ga gewoon. Nee, natuurlijk niet. Dat is ook zelf niet. Het is gewoon, hij staat echt op een halve meter, heeft er gewoon een soufflet op. En Janssen probeert nog net de bal... Zijn handen voor zijn wezen tuin, omdat hij denkt, ik ga hier tegen mijn kop. Dat is, reflex, dat is wat er gebeurt eigenlijk. Dus, staan nu gewoon op het veld, zodat er geen hands zijn. Ook in de 16 van Antwerpen, zodat er ook bijna geen hands zijn. Want het is gewoon een zijbescherming, blablabla. Ja. Maar nu, hij gaat toevallig binnen, dus dat is hands. Dus, kun niet anders. Ja, ook, het voelt gewoon een beetje raar, omdat als die handen daar niet zijn, gaat hij waarschijnlijk ook gewoon binnen. Ja, gewoon een knal tegen zijn wezen. Eerlijk, het zou wel echt kapot zijn. Wie was uw man op de match, Cedric? Goh, ik heb gezegd dat ik wat hetzelfde ga zeggen als bij Partizan. Hè. Dus ik vond Gamboa weer decent. Ja. En ik zou graag Gandelman en Surdé willen benoemen, puur voor hun werklust gewoon. Maar het is niet dat ik daar buiten iemand had van, die heeft mij super hard overtuigd. Vond... Maar Gandelman, als ze daar in het begin van de match 1-op-1 komt met de keeper, moet hij afleggen? Ja, of? Nee, maar gewoon binnenschieten. Ja. Want ik kon eigenlijk ook wel afleggen, maar het was zo wat... Ja, maar dat had zo achteraf van, moet een afleggen. Maar als hij scoort... Nee, niet achteraf. Ik dacht effectief bij de lijn van, afleggen. Maar je ziet hem, dus je ziet op de herhaling, die vertrekt van de 9-11, dus het is geen buitenspel. En dan nog iets wat geen fout had, want hij dacht dat het wel buitenspel was. Maar... je moet beter trainen blijven, dan is het altijd juist. Ik ga dat ook nu al zeggen. Ik ga ook nu al zeggen dat ik dat niet ben... Allee, want ik weet dat ik dat binnen 5 weken weer ga zeggen en dat er dan een dool in de comments gaat gaan. Het is geworden dat het slecht is. Maar ik mis Hein nu al. Mm-hmm. Maar dus hij dacht dat het buitenspel was, maar wat dat niet was. Maar je ziet dus Gandelman, bal komt, hij controleert die een paar keer en je ziet hem één keer kijken, dat heb ik ook gezien. Wie er mee is. En op dat moment is Surdé er waarschijnlijk nog niet in zijn gezichtsveld of ver genoeg. Ja, en daarom beslist hij om te trappen. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar hij loopt hem zo net niet hoog genoeg. En zo stift. Zo. Als je hem mist, dan is elke optie niet de beste geweest. Hè. Het was een keer leutig om te proberen, want ik heb wel het gevoel dat hij meestal gewoon hard trapt naar doel en niet echt fancy shit probeert te doen. Maar dat hij vaak wel subtiel trapt, hoor. Zo goed gemikt. Ja, super, maar goed gemikt is iets anders dan een lop. Pas op, hij heeft een tweede time heeft dan een keer van buiten 16 geschipt. En dat was toch wel echt gewoon... Dat weet ik niet meer. Wat mij ook nu specifiek over Gandelman opviel, maar dat is dan over de match van Partizan. Maar zoals ik zei, dat is wat flu. Op het einde van de match staan daar... Ik weet niet of als het al is als we 0-1 voorstaan of nog niet. Of 1-0 voorstaan. Ik denk het eigenlijk wel. Maar je hebt daar een moment dat... Torunariga, Watanabe en Gandelman, denk ik, zo naar elkaar aan het sausen zijn. En Torunariga wordt zeer kwaad op Gandelman dat hij gewoon terugpast en niet doordraait naar voor. Ik weet niet of dat jullie dat moment is opgevallen. Nee. Het is gewoon echt zoiets van, je nodigt druk uit of zo op je verdediging door x aantal tijd daar gewoon wat rustig te sausen. Dus je ziet Torunariga zeer kwaad worden. En hij had daar in een bepaalde mate wel gelijk. Maar gewoon om die werkethiek van Gandelman te benadrukken, het is dezelfde Gandelman die dus links achteraan wat staat te tikken en die vooruit speelt en een uitbrander krijgt, die 10 seconden later
druk gaat zetten of mee in de combinatie zit rechts voor op dat plots plein. Plots is ze daar. Dus dat is ook bijvoorbeeld eergisteren in die situatie, dat is daar Snik heet. Snik heet. Ja. Ik ken die meme misschien. Maar die man loopt gigantisch veel af. Mm. Net zoals Surdé. Ik denk dat Surdé nog iets meer had gelopen tegen Antwerpen. Zou kunnen. Maar hij staat wel vaak zo in de top 2 meestal van meest afgeleide kilometers. Kandelman of Surdé? Kandelman. Mm. Staat er wel vaak op in. Maar dat was dus een moment dat ik gewoon wat belichtte. Bij Surdé ook heb ik een beetje het gevoel dat weer over de twee matchen, dat hij die werkt zeer veel. Je kunt er bijna nooit op neuten. Maar wat dat mij wel, zeker bij Partizan Antwerpen heb ik er iets minder op gelet. Maar er zit naar mijn gevoel nog iets te weinig afwisseling in zijn spel inderdaad. Als in meer voorzetten dan een keer de man voorbij of trappen. Of, zelfs als dat mislukt, moet daar meer afwisseling proberen krijgen dat hij onvoorspelbaarder krijgt. Het is geen mannelijkspakker, hè? Nee. Daarmee vind ik... Maar ik heb bijvoorbeeld Varela dat ook nog niet per se zien doen, of Sonko ook nog niet zien doen. Wat boeken, zie. Ja, ik weet, het is daarmee, maar dat is ook misschien hoe ze biedt dat ik het raar vind dat Jokota weg is. Omdat ik ook wel snap, want hij zei wel de eerste match gestart met Surdé en Jokota op de flank. En ik snapte niet iedereen erachter, omdat Surdé is inderdaad mee in de loper. En druk zetten, heel veel enthousiasme, maar hij heeft ook wel al bewezen dat hij een heel goede voorzet heeft, want hij heeft al 3 assists geschoten. Ja. En hij heeft allemaal dezelfde bijna. Ja, inderdaad. Hij heeft echt een goede sweep. En bijna elke match trapt hij er zo in, omdat er ook een net te laat of net niet, dat hij daar wel heel gevaarlijk op is. Dus ik snap wel dat hij voor hem kiest, omdat hij meer een passeur is. Mm-hmm. En als hij dan een man pakt, moet het echt op snelheid zijn, maar niet met een dribbel. En daarmee snap ik wel waarom hij Jokota speelt aan de andere kant, omdat dat net tegenovergestelde is. Dat is echt mannetjes pakken. En dan kon hij zijn bak laten overlappen, maar nu is dat niet meer. Dus nu vind ik ook met Fadiga en Surdé een beetje de vergelijkbare types heeft. Al vind ik dat Fadiga nog meer een man kan pakken dan Surdé zelf. Maar ik snap al wat hij bedoelt, maar wel altijd tomeloze inzet. Mm-hmm. Inderdaad, hoeveel dat hij gast loopt in Surdé. Maar dit laatste kwartiertje zag je ook wel. Hij heeft 3 gewisseld tegen Antwerp. En Surdé was er dan in de eerste keer niet bij. En ik had gedacht van, het is wel leeg. Maar hij bleef wel gaan. Ja, dat wel. Maar op een gegeven moment is het ook wel op. Een beetje Brechtjaren vibe. Zo, Brechtjaren heel lang, zo een half uur, 60 minuten en 200% en dan was het gedaan. Die kreeg die kritiek ook vaak, hè, dat hij niet goed kon doseren. Nou, terwijl ik het gevoel heb dat hij dat op het einde van een periode bij ons toch wel iets beter kon of zo. Mm-hmm. Ik weet toch gelijk wel niet goed wat ik moet vinden van die match. Ik weet echt niet hoe. Dat was dubbel. Hè. Het waren goede momenten, maar het waren ook echt slechte momenten bij. Maar, ja, je kunt bij denken de tegengoal was echt flauw voor deze, vond ik. Ja. Zo, die had ruimte en er ging niet echt iemand op. Zo. Maar ja, maar dat is moeilijk. 2 keer een duel verliezen. Dus eerst Andri. Dat was een moeilijk moment. Slecht een baltoets, bal kaatst en dan zie je echt op dat middenveld Odoi had. Het was Odoi die hem pakte. En, je ziet zowel Odoi als de Loge naartoe gaan en het was echt, als hij hem niet heeft, zijn we scheten. Ja, want je kunt zeggen, er ging niemand op. En dat is ook iets dat bijvoorbeeld in het stadion veel geroepen wordt. Rita is niet meer het figuur van mijn stadionbeleving. Ik heb iets nieuws. Het zijn namelijk naast mij zitten er zo 3 oude mannen waarvan dat je pijst, er kan hier om de 5 botten gewoon in neerstuiken en dan hebben we hier een begrafenisfeest. Dus zo oud zijn ze. Ik vraag me af of ze die trappen op gaan, maar ze zijn super tof. Traplift. Of 2 van die 3 toch. Want degene die aan het uiteinde zit, dat is nu een keer echt, dat is ja, gewoon het stereotype van een zagende oude mens. En zo 2 of 3 rijen ervoor zit er zo een... Ja, voetbal is zijn leven zeker. En elke keer dat hij daar in dat stadion komt, schaalt iedereen de huid vol. Maar for some reason hebben die 2 elkaar gevonden in older... Haat. En is dat gewoon zo... Ja, trash talk tegen elkaar. Maar dat is echt super grappig om zo'n 95-jarige mens trash talk te zien doen. Maar die zijn dus constant aan het backvechten tegen elkaar. En... als er dan zoiets gebeurt, bijvoorbeeld de een is totaal geen fan van vorig jaar van Tissoudali en nu niet van Good Johnson. Dus vanaf dat hij zoiets slecht doet, dan draait die een ander hem om als hij iets goed doet. Dus dat is superleuk om te zien. Waarom zeg ik dit allemaal? Vaak komt daar een keer de praat ook van Rita, ze zit er nog steeds. Maar die zeggen vaak dat de situatie die hij net bespreekt, van waarom gaan de verdediger niet op? Maar als Torunariga in die situatie op Cherry vliegt, dan ligt... Ik snap dat hij daar niet op gaat, want als verdediger word je in zulke situaties opgeleid. Ik was zelf verdediger, dat je moet
je moet spelen voor tijd, je moet hopen dat je... Ja. Moet even zwijgen en hopen inderdaad, dat je wat ja, maar hopen dat je misschien nog het schot afblokt of zoiets. Maar tijd winnen door even te wijken. Ja. Dat en je hoopt dat je middenveld nog kan terugkomen. Het was het moment wel niet, hè, want alle linies waren gebroken, dus was er beter gewoon... Mijn slag opgevlogen, een fout gemaakt. Of proberen maar dat is ook wel een beetje de taak van Watanabe om dat te proberen dekken. Ja, ook. Hij is wel een stopper. Als Torunariga daar opvliegt, ligt het gewoon rechts in de rug op. Ja, maar dat is het risico dat je dan moet nemen. Ja. Nu trapt hij hem wel gewoon ook goed in. Ja, dat wel. Ah, wel maar, hij borstelt hem echt. Nu wilt je spelen op een. Of maakt je snel de denkoefening van: oké, ik moet nu kiezen tussen een pasje naar rechts en een dat alleen in een schuine hoek voor mijn keeper staat. Of een afstandsschot. Ja. En dan heb je denk ik nog steeds liever een afstandsschot dat je daar je keeper misschien meer kans op geeft om hem te pakken. Ja. Die Cherry heeft gewoon... Die man kan echt goed voetballen. Dus daar staat niks voor niks in mijn fantasy. 36. Ja, ik sta trouwens ook zeer veel punten boven u. Ik wil het gewoon maar zeggen. Ik ben een speler later begonnen. Wil ik gewoon maar even zijn. Oké, dan wil ik ook zeggen dat ik serieus boven Cedric sta. Maar... dat ook mijn enigste doel is in dat spel. Om boven hem te eindigen. Nu ik dit weet... Maar ja, die schiet dat gewoon goed in. Hè. En Torunariga maakt daar de keuze van niet te gaan en het op een afstandsschot te spelen. Ik vond eigenlijk ook in die match, tot aan die goal van Antwerpen, vond ik ons echt beter. Allee, vond ik ons echt savant goed spelen. We hebben daar wat kansen. En dan is het voor mij die goal gebeurd. En daar is ook een klein beetje mislukt. Maar vanaf dat die goal valt inderdaad, voelde ook van ja, we gaan wij nog achter komen. Het is mentaal dan voor mij. Is dan voor mij. En als je dan... Dus ik kan mij zo wel opkrikken na dat half uur en dan nog een paar goede momenten in de tweede helft. Maar nu ook niet om te zeggen van, wow, we hebben daar wereldkans. Dat was het meer Antwerpen. Maar als je uiteindelijk vier holen pakt... Had gewoon te voelen, we konden die match, als je achteraf bekijkt, ook wel winnen. Dan vooral door die penalty. Ja, maar er is niks dat zegt dat als Go Johnson die penalty binnentrapt, zit Antwerpen daar weer. Hè. Allee, dat weet je niet. Dat het was nog vroeg genoeg in de wedstrijd om Antwerpen nog kansen te geven om terug te komen. En ze hebben meer kansen gekregen dan ons, maar denk ik. Zeker in die warmte gaat dat minder gebeuren, denk ik. Dus, mijn man zag het ook wel al vrij vroeg dat het de match... Hij zag ook wel vrij vroeg dat de match bespeeld was. Het viel wat in twee kanten. Na de 70ste minuut of zo wisten ze van... Als ze voelen, het gaat hierin blijven. De laatste... 15, 20 minuten. Ook zo'n indruk, het gaat niet veel meer gebeuren. Als er nog iemand scoort, zal het, vrees ik, Antwerpen zijn, maar het is al gelukkig niet gebeurd. Maar ja. Maar had natuurlijk ook het gevoel dat Antwerpen die match kon winnen nog meer dan. Ik denk dat Antwerpen het net iets meer verdiende dan wij. Dan het gelijkspel misschien wel savat terecht was. Ja. Omdat ik ons echt al een half uur, 35 minuten wel echt goed vond. Mm-hmm. Tot aan die goal en dan. Oh, klopt. Dus ja, veel jonge gasten, mentale weerbaarheid. I don't know of dat het er veel mee te maken heeft. Maar, spijtig van Good Johnson, hè, dat hij zo werd uitgevloot. Maar ja, maar, die lijkt me zo weinig vertrouwen te spelen. Die durft zo... Ik weet niet. Dus, hij durft lijkt niet echt of zo. Het is zoiets. Er zit daar niet zoveel in, inderdaad. Op dit. Het is maar gewoon althans, vooral ook in begin dat hij speelde bij ons, die oefenmatch tegen Lille en dan die eerste match tegen Kortrijk, had ik wel een indruk van, ça va, het talent in, het potentieel in. En dan, ik weet niet... Er moet iets gebeurd zijn of zo, ik weet het niet. Het en hij speelt met zo weinig vertrouwen, precies. Maar dat zit daar nog steeds in. Bijvoorbeeld, gisteren kwam mijn pa, die ook naar de match gaat kijken, die komt thuis en die het eerste wat hij zegt, niet hallo Cedric, maar gewoon, wat is Good Johnson, maar wat die penalty. Ze begint hij dan te zagen, het is zeker waar. En hij is afschuwelijk getrapt, want hij is op keeperhoogte getrapt. Ja. Maar je kunt ook wel, in wat jij hier net allemaal zit te zeggen, dat is een spits die dan nog maar één goal heeft gemaakt. Je ziet dat hij twijfelt aan zijn vertrouwen. Dat is het principe van de ketchupfles. Als hij nog één goal maakt, dan vliegt het er misschien ineens allemaal uit. Ja, maar dus in dat opzicht, je kunt u de vraag stellen waarom dat hij die penalty trapt. Ja. Maar als voor de match besloten wordt dat Go Johnson die trapt, die penalty komt, hij zit niet in de match, maar je weet, als hij hem maakt... Is hij misschien vertrokken? Maar weet dat is wel waar. Dat ze gewaagd hebben, dat snap ik, maar niet bij 1-1. Inderdaad, als je op voorhand op die lijst staat, van boven, dan vind ik het ook wel raar, want als je hem dan toch aan Kums of wat dan ook geeft, dan zit hij misschien helemaal in de grond, nog voordat hij penalty getrapt wordt. Maar het is misschien, dat van persoon tot persoon, in die situatie, weet je, de ene mens gaat zijn, ik ben slecht aan het spelen, het lukt niet, maar ik ga die penalty gewoon er los in knallen. En andere mensen zeggen, moet die penalty nog inknallen. Weet je dat zo? Ik denk dat hij zo wel, ik weet niet, dat tweede is misschien. Maar denkt u niet dat de perceptie anders is? Stel, hypothetisch gezien, dat Good Johnson die een bal aan Kums geeft. Denk dat we dan nu hier niet zitten. Allee, hij zou toch al binnen moeten vliegen natuurlijk. Maar dat we dan hier zitten van, hij beseft tenminste dat hij geen goede match speelt. Dat hij misschien toch niet die penalty meeneemt. En ik vind dan
typisch aan spelers, als ze dan toch die een bal moeten opeisen, ja, totaal niet in de match zitten. Dan is zoiets van, besef dat gewoon van je eigen. Ik zou meer respect hebben voor hem als hij zijn penalty altijd afgeeft. Nu heb ik echt iets van, zo klassiek. Ja, toch iedereen zou het gebeuren gewoon. Ik snap het wel, want je wilt misschien vertrouwen opdoen. Maar als je zo merkt dat het echt niet lukt en twijfelt echt aan jezelf, dan zou ik wel zeggen van, Sven, doe hij of weet ik maar wel. Dat is ook echt een kwestie. In zijn hoofd staat er misschien echt veel op het spel. Hè. Hij denkt misschien, als ik diep in op die trap ben, ben ik misschien vertrokken en ben ik basispits. En de fans gaan mij graag hebben. Voilà. En als ik die niet trap zelfs, ga ik misschien gewoon mijn plaats verliezen aan Dean of zo. Ik weet niet, ja. Ja. Maar ik zou hem trouwens echt gewisseld hebben tijdens de rust. Good Johnson. Ja. Misschien nu wel de rovers, maar hij raakt wel echt. Ik zie een bal goed. Ja, inderdaad. Dat is echt een trieste match. Juist, behalve die ene kans van Gandelman die op de keeper loopt. Daar zat hij tussen. Omdat hij mooi had afgemaakt. Het was een goede pas. In Partizan ook wordt hij daar uitgefloten. Doordat hij weer een bal verliest of zoiets. En zijn volgende pas is dan wel zo. Ene van rechts gewoon. Ja, absurdé. Absurdé die dan van heel ver nog heel veel moet doen. En het was een zwak schot. Ja. Maar ja. Het zit er wel in. Maar het is niet echt iets. En hij gaat tijd nodig hebben. En dat weten we. Maar om nu te starten. Is het wel niet ik zou dat, toch een keer de volgende match misschien met dienst hoor. Ik weet het niet. Maar langs de andere kant, Dien... Die is een zieker. Ik ben wel fan van Dien. Ja. Ik ben ook fan van Dien. Maar je ziet zo over hem van, oh, kan je dat wel een keer oplost. Dien is zo'n type dude dat als je hem... Allee, dat is zo'n typische Brit. Ja. Kijk, als je die zo, als je die zo op Ibiza kotsend in de gracht ziet, ga je niet verschieten. Nee. Maar als je hem zo op een zondag... En een kinderziekenhuis gaat zien voor die kindjes blij te maken, of zo ga je ook niet verschieten. Dan zitten ze een mega goede gast uit die gewoon echt volledig kan gaan. Zo Jack Grealish, echt een beetje. Ja. Echt zo Jimmy Vardy vibes ook. Ja, dan een beetje. Hoeveel keer dat die zet de neuten op zijn eigen als tegen. Ja. Bal met gewoon tijdens opwarming. Hè. Ja. Je had ook wel zien dat hij trapt en hij mist. En dat hij zijn te vloeken en te doen met zijn arm te zwaaien. En ik denk, rustig. Ik ga me afvinden dat het meest zwaait. Elf heen. Ja. Trouwens, ik heb echt een soort PTSD-reactie ontwikkeld. Dat als er in Gilamco-era de scheidsrechter fluit of er gebeurt iets op het plein, dat mijn innate reactie is om naar de zijlijn te kijken en zien wat hij doet. Maar is er niet meer. Dus nu heb ik iedere keer zo... En dan ben ik instant teleurgesteld. Ja. Dus, dat is ook zo verwisseld van de dus ik alleen water frantically rondlopen en dan denk ik, het is niet meer tof. Dat is ook zo bij de ploegvoorstelling. Als de naam wordt afgeroepen, onder leiding van onze coach, dan denk ik, Hein van Wout. Vooral als ze Hugo zijn nu. Ja, dan Hugo Gamboer, dan denk ik van Hugo Gamboer. Ik zeg gewoon instant Kuipers. Ja, dat is. Ja, maar terug naar wat ik nog wil zeggen over Good Johnson is dat... En Hein zei dat ook in zijn commentaar, denk ik, tegen Antwerp. Dat, je speelt nu een ander systeem. Je speelt met 4-3-3. Dat betekent dat je maar één spits hebt. In tegenstelling met... of op papier toch maar één spits hebt. Dan moet dat misschien toch iets meer een kapstok zijn of zo, waar dat je ploeg aan hangt. En als je het vergelijkt met andere ploegen... Antwerp heeft Janssen, Genk heeft Tolu, Bruggen heeft Nielsen. Ja, daar kun je al een keer... meer een bal naar spelen en in de overtuiging dat die gaan bijhouden dan bij ons. Maar verliest Johnson veel Dean. Ja. En Dean lijkt op mij ook meer te bieden dan Good Johnson. Hoewel dat ik versta dat Good Johnson nog steeds start, want je moet dat ook wel wat doen voor hem op te bouwen. Hij heeft ook meer gekost. Je moet daar niet over belachelijk doen. Die willen die investering teruggaan. Dus ja, maar zo een echte kapstok of zo in de spits hebben wij voorlopig niet. Ik kneut er al 2 jaar rond, alleen sinds dat. Ik ga niet zeggen, de Potter was ook wat een min. Sinds dat Le Maaitje eigenlijk was. Ik heb dat gezegd in het stadion. Ik heb liever momenteel Le Maaitje in mijn selectie dan Good Johnson. 100%. Ja, Niels zei het ook nog. Dat type zeker. Momenteel zouden een Le Maaitje van toen meer en dan Good Johnson van u. En daarom dat ik. Als je die nu in de plaats van Good Johnson, denk ik niet dat veel gaat veranderen. Want hij is ook niet zo'n holde player. Nee, hij is echt maar een speler voor echt... in de box, hè, Dean. Ja. Dus ik weet niet. Het is ook. Ik wil ook zeggen dat er veel aan het systeem. Ik denk dat Dean sowieso meer voor zijn, weet wel, zijn kansen meer grijpt, denk ik. Ik vind dat ook gewoon veel versterender om naar te kijken. Good Johnson, eigenlijk is dat een type Haaland. Het is echt niet de level, maar dat hij raakt eigenlijk geen bal in een match. Hij moet eindproduct zijn en hij moet ze wegleggen. Maar als hij dat niet doet, dan heb je er niet veel aan, snapte. En bij Haaland is dat ook, maar die scoort er wel ook een match 4. Dus dat type vind ik. Oh wel, 15 keer minder, maar.
Ja, maar ik snap het wel. Nee. Trouwens, ik heb dat hier even gecheckt. Lemaic, die zit terug bij zijn oude ploeg, denk ik. Dat is in Letland. Oh. En die is vorig jaar Lets kampioen geworden. Dat zal er heel verdomme. Dus het hoopt dat hij ook eens binnen gedaan door een bomma daar. Maar hij speelt Europa League. Hij is zelf niet conference, maar ik denk dat hij Europa League speelt. Hè. Hij speelt door als ons, hè. King Darko. Bring him home. We waren bezig over Man of the Matches. We zullen de afronden. Gogo, Man of the Match. De VAR. Thank you. Ik accepteer het. Maar er is wel zo'n momentje geweest na de penalty die wij krijgen, dat die bal wordt weggewerkt. En het leek mij zo half en half hands te zijn. Ah ja, juist. Oh my god. Een verdediger van Antwerpen die zo weg wil werken met zijn borst, denk ik, maar raakte zo half en half met zijn arm. Dat ik zo niet helemaal zeker het was. Dat instant naar de penalty. Ja, en wat ik was toen aan het denken van... Ik denk dat hij op zijn hand was, maar dat zo tegen zijn lichaam was. Maar dat was echt een medelijden. In de beelden achteraf vond ik het ook niet zo super duidelijk of zo. Ik heb dat niet gezien zelfs. Ah, ja, nee, het was, dus de bal wordt gepakt en hij gaat dan naar rechts. En een verdediger van Antwerp gaat naartoe en hij wil hem wegwerken met zijn borst. Zo. Ja. Maar hij raakt hem zo eigenlijk half en half met zijn arm. Dus, ja, dus ik ben altijd niet zeker wat dat echt... penalty zou moeten zijn, maar... Goh, dan had Gutjons hem weer getrapt en weer gemist. Dus. Nee. Imagine dat. Het is wel niet zo slecht als Rodriguez. Ja nee, inderdaad. Je moet echt zeker denken aan een Boyo. Oh. Als mensen dit herinneren, een Boyo tegen Westland Beveren. Dan zei je een echte Gent van, als je dat moment herinnert. Ik was daar. Herinneren jullie dat? Een Boyo. Benieuwd. Nee. In dat stadion. Een tweede periode wel. Otte stadion, hè. De goede periode. Werd hij al geboren? Shut up. Hoe denk ik dat ik ben? 5 of 6. Dat was echt exact in de penalty, gast. Echt. Ja. Mm-hmm. Maar ik hoorde op de radio, ik was op weg naar huis, en ik hoorde op de radio, en die commentator, belachelijke penalty. Ja, dat was ook om over te discussiëren, die penalty. Ik had het niet. Over oude matchen, en dan moeten we misschien naar de volgende rubriek gaan. Mm-hmm. Maar ik had zo in de zomer, dat was al een tijdje geleden, maar ik weet niet hoe ik erop, mijn gedachten erop kwamen, maar... Ik had zo van, wat is nu mijn allereerste voetbalherinnering of mijn allereerste Gent-herinnering? Allee, de twee zijn verbonden aan elkaar. Maar mijn echt allereerste herinnering was dat ik weet nog, ik was op een communiefeest of zoiets. En ineens in dat communiefeest, waarschijnlijk zo op een zaterdag, dat alle mannen gedwongen werden door een vrouw om mee te gaan naar dat communiefeest en niet naar de match. Maar ineens weet ik dat zo een groep ineens begon te zeggen van, Gent heeft gewonnen van Brugge of zo. En dat was op dat moment was dat zoiets groots, want Gent was altijd de underdog. En ik weet zelf niet meer wat dat de stand was of zoiets, maar ik weet gewoon dat iemand zei van een Boussoufa had Brugge kapot gespeeld. Dat weet ik nog. Patrick Boussoufa. En ik heb David de Beule. Onlangs die wedstrijd, de samenvatting daarvan met een jonge Filip Joos als commentator. Staat op YouTube. En ik heb die onlangs nog eens herbekeken. Wel in 10 pixels. Ja, maar gelijk dat hij zegt, je hebt daar dus Boussoufa, De Beule en Grégoire, noemen die. En Franken. Franken staat daar inderdaad op de 6. Voor geïnteresseerden, je moet gewoon eens die samenvatting kijken. Die goals die Gent daar maakt, zijn echt van belachelijke kwaliteit. Dat is echt... Er zijn zo schone goals, die combinaties daar. Boussoufa, dat is tot top vandaag, vind ik dat een van de zaligste goals dat er is. Die loopt op een bepaald moment naar de goal en die draait hem. Die staat met zijn kop naar de eigen keeper, naar onze keeper op een bepaald moment. En die draait inderdaad rond zijn as, die werkt dat af. Hattrick van hem, George Lekens is dan trainer. Maar ik zal de link wel ergens in de bio zetten van deze aflevering of zo. Mm. Maar dat is echt een zeer... wijze match om te kijken, om dat voetbaltalent van die drie te zien. Centraal staat daar Leibut, die nu al overleden is, en Smooien. Ik heb de opstelling... Maar ik bedoel bij Brugge, want hij had daar die gast zitten, hij gaat inderdaad recht naar de goal en dan draait hij rond zijn as en een ander ligt gewoon in de knoop en hij is aan het En Lombaard, ze is linksachter. Mm-hmm. 6-2, hij was eindstand zeker? Nee, dat was 4-1. 6-2 was ik erbij. Ah ja, oké, dat is een andere match. Ja, okay. 6-2 was ik bij, dat was met Prudon. En 4-1, dat was het jaar wel dat ik ook al naar de voetbal ging, maar ik had nog geen abonnement. Mm-hmm. Ik heb al Boussoufa toen gezien spelen live. Dus de opstelling was Herpoel in doel. Dan, we speelden 4-2-3-1. Dus Herpoel in doel. Pavlo? Martens, Smooien, Leibut, Lombaard. Dan op middenveld Franken en Pavlovic, die later ook nog bij Kortrijk heeft gespeeld. Loken. Dan de drie van voor, op de flank en de 10 zijn De Beule, Boussoufa en Grégoire, die dus echt, als je die samenvatting ziet, Grégoire heeft daar op een bepaald moment een pas met zijn buitenkant voet van zo rechts aan de midlijn, helemaal links naar die cornervlag.
komt er dan een goal uit. Dat is echt gestoord. En in de spits speelde Foley. Dus dat is voor de jonge kijkers misschien wel is leuk om zo'n oude match te zien. Super oud. Inderdaad, super oud. Teken dat wij oud worden. Ja. Maar dan gaan we misschien over naar de volgende rubriek. Ja, nee? Was de loting van de Conference League zeker. Ja, beetje actueel inderdaad. Wat denken we daarvan? Ja, ik zal het misschien een keer overlopen. Hè. Thuis spelen we tegen Molde uit Noorwegen, Omonia Nicosia uit Cyprus en TSC Bakatokola uit Servië. Okay. Dan de uitmatch zijn inderdaad tegen Chelsea, Lugano uit Zwitserland en Larne of zoiets uit Noord-Ierland. Larne. Ja. Sowieso dat Riet al op een bepaald punt de Larne gaat staan. Het gaat sowieso Larne zijn. Ja, ik dacht ook Larne. Dat is daar ineens een Larne, derby, een Larne kalk. Een derby. Moffensleek. ja, die loting is... Ja, denk op zich, buiten Chelsea dan, doenbaar. Ja, en ook gewoon de thuismatches, daar gaan weer niet veel volk op afkomen. Hè. Ja, Molde, ook Molde Nicosia, dat is handig die je speelt. Moet weer gratis maken. Nee, maar dat zijn zo twee ploegen die we al in de laatste en de voorbije jaren ook al een keer gespeeld hebben. Ja. Tegen Omonia lagen we eruit. Hè? Ja, of, hey, die hebben speelt Besus daar nog? Dat weet ik niet, maar ik heb wel een beetje een trauma aan Cypriotische ploegen. Ja, maar dat is zo die ene, denk, dat is zo één zotvare goal, denk ik. In Cyprus daar. Ja, ik denk dat die ploeg was, maar ben je niet zeker. Tegen Omonia lagen we eruit, maar tegen Apoel hebben we meestal wel gewonnen. Hè? De andere ploeg. Ja. De Apoel was trouwens de ploeg waar dat... Die Darko Lemaitj met zijn huidige ploeg heeft uitgeschakeld voor in de Europa League. Die raken inderdaad. En Roman Bezus speelt nog steeds bij Omonia. Oké, dus, okay. United en Dongola. Ah, juist, die zat daar ook. Kijk. Anyway. Ah, dat was, was daar trainer zeker. Die zot van Standaard. Ah, oh, Sapinto. Oh, God, ja. Oh, heerlijke cinema weer. Ja, juist, en dat was dat Hein en Sapinto die elkaar geen hand gaven. Ja. En zo. Ja. Ik vond dat wel nog een goeie keer dat je daar net tegen mij zei. Wat vinden jullie eigenlijk van die nieuwe Conference League? Want we hebben nu al Chelsea geloot, maar ja, maar uit, we zijn die niet thuis. Allee, ik heb mijn Eurostar al geboekt en mijn hostel, of dat kan ik een keer raken als ik dat wel, maar... Ja. Ik vind als feit dat dat niet met thuis en uit is. Ik vind het wel leuk gelijk, het format. Het is zo enkel die uit, maar het is niet veel mensen gaan die kunnen zien. Hè. Ja, maar snap je, we zaten in dezelfde pot, dus als het andere systeem was, like vroeger gingen nooit Chelsea looten. Weet je wel, maar... Nu toch, wel. Ja. Mm-hmm. Snap je? Ja, ik heb er niks op tegen, want ik ga waarschijnlijk gaan, maar, maar ja, gewoon de veelheid aan matchen is. Als je nu niet aan tickets raakt voor Chelsea, dan ja, oké, je moet op tv kijken. Dat is, vind ik spijtig. Terwijl, ja, okay, als maar dat anders... thuis is, heb je ook die thuismatch, dan komt dat hele stadion vol. Maar kun je het niet thuis kijken als het vorige systeem was? Want dan zat in dezelfde pot en dan kun je niet ook dezelfde pot loten. Ja, maar dan ook minder pot, hè. Nee, dat ik het niet. Mocht ze? Nu heb je zes potten. Ja, anders heb je vier potten. Potten. En wie weet, zijn wij dan... Nee, wij gingen niet in tweede zitten, maar wij... Maar nee, dan gingen nog steeds in één zitten. Heel veel Conference League. En Chelsea ging sowieso ook in één zitten. Hè. Dus, ja, ik weet niet of dat iets is om blij over te worden. Zo, er was een post inderdaad. Gent, vier keer Conference League. Oh, toppie. Ja. Maar ja, je kunt dat ook gewoon zien als stilstaan. Maar ja, inderdaad. Vier keer de groepsfase bereikt, hè. Dat was telkens mijn vooronderzoek. Dus ook meeste matchen gespeeld. Je meeste matchen nooit Europa League of Champions. Maar het is wel meeste matchen gewonnen ook, meeste goals gescoord van die dingen. Dus allee, uiteindelijk, we doen het ook wel niet slecht in de Conference League. Ik zou zeggen, dat is ons niveau ook gewoon. Ja, tuurlijk. Ja. Mocht jij zeggen, stilstand, maar... Maar ja, dat is ook omdat dat... In Europa League krijgen we op ons melken krijgen. Ja. Ik vind dat ideaal. De ploeg die dat we vorig jaar in de eerste seizoen zelf hebben, ik denk dat die ook wel mee kan in Europa League, maar... Het was gewoon wel, dat zag je ook wel, om dan nog één keer terug te komen, hoe belangrijk dat die goal van de Loge wel was. Want Franken had precies de wereldbeker gewonnen dan in de rug. Spurt naar het plein op. Maar het is wel belangrijk voor ons alleszins, dat we alleszins Europees spelen. Ondanks dat ik al een paar keer heb predikt van, maar een keer seizoen zonder Europees zijn. Maar om spelers te halen is dat wel enorm belangrijk. En spelers duur te verkopen. Wat zouden we ook anders doen met ons donderdagen? Ja. Maar, om 6 uur bijvoorbeeld. Hè. Voilà. Ik moet mij trouwens rechtzetten dat dus Omonia, daar zat niet Sapinto bij. Bezu speelt gewoon bij Omonia. Bij, Sapinto zat bij Apoel. En Dongala zat en / zit daar nog steeds. Sapinto is ondertussen ontslaan bij Apoel. Oké, merci voor de juiste info nu. Maar ja, nee, Chelsea, hoor, ja, sowieso een dikke match. Hè. Ja, sowieso. Maar, let's go! Van Cherry naar Cole Palmer. Het zal leutig worden. Maar ja, wel, allee, is een leuke verplaatsing inderdaad. Oh. We hebben
Salvaar ervaringen met Londen. Dus, Salvaar? Ja. Eén hele goede en dan één minder. Maar ja, weet ik, al. Ik vind het wel minder als in de match. Op zich was wel leuk. Je zei daarnet van Savaloting of zoiets. Ik vind... Ik vind hem... Maar ja, doenbaar. Uiteraard, toch? In de Conference League ga je nooit een loting hebben waar dat er vijf ploegen zijn waarvan dat denkt, fuck, maar dat is waar. Ik durf niet hier nu op een papier zetten dat wij gaan winnen tegen Molde, Omonia of Lugano. Dat zijn matchen die... Was het Molde of was het niet Bodo Glimt? Nee, het was... Nee. Ja, ik ook inderdaad. Maar ik denk dat zeker wel boven de 25e plaats gaat eindigen. Want als het nieuwe systeem dat je maar kent... Dat weet je niet. Ja. Je kunt het twee keer verliezen en in een slechte vibe geraken. En dat is waar, maar ja. De twijfel kruipt denk ik makkelijk in deze ploeg op dit moment. Dus gewoon even uitleggen voor de mensen die het nog niet weten. Het is dus een grote league phase. Hè, dus één groot klassement met alle ploegen die in de Conference League zitten. Het zijn er 32 als het me niet vergis. Maar weet ik of 36. BB zal het opzoeken. Ja, en 6x6 was in de pot, of niet? Ja, het zal zo zijn. En dus de eerste 8 die gaan rechtstreeks door naar de, wat is dat dan, 8e finales waarschijnlijk. En dan hebben de plaats 9 tot en met 24. Die spelen nog tegen elkaar. Die spelen nog tegen elkaar in de 16e finales, is het dan zo gezegd. Een play-off ronde voor naar de 8e finales te gaan. En de 25 tot en met de laatste, die liggen er gewoon uit. Wat ik op zich wel goed vind, is dat er zo geen vangnet meer is. Want je hebt ook altijd zo van... Ja. Hij zit dan in de Europa League, maar ja, in één keer is die groepsfase gedaan en komt er dan één keer nog een nest van de Champions League bij. En dan is het ook al vaak zo een van die dan wint of zo. En nu heb je wel gewoon zo die competities. Dat vind ik wel tof. Ja, het zijn er wel te veel, maar... Volgens de league phase, of allez, volgens Wikipedia liever, is de... Wat ook een schande is dat ik dat als mijn bron gebruik, maar is het 36. Ja, oké. Okay. Dus 25 tot en met 36 ligt er dan uit. En anders, als je dit verwarrend vindt, kijk naar een filmpje van Lieven Scheire op de Instagram van AA Gent. Ja. Ik kan het niet zien. Dat is iets, ik heb het zien passeren, maar ik heb het niet bekend. Daar legt het ook heel duidelijk uit. Wel goed uit. Ja. Ik zou trouwens mij nog even willen richten naar AA Gent, tenzij dat jij het mij kunnen corrigeren als ik nu bullshit zit te verkopen. Maar vorig jaar had ons Nultra een of andere uitspraak gedaan over het stadion, dat dat zogezegd op beton lag. Dan is AA Gent daar op Twitter gelijk een halve garen opgesprongen om te zeggen dat wij leugens verspreiden. Dat ze ons eens wilden uitnodigen in het stadion om een tour te doen. Ja. Je kunt daar inderdaad mooi op Twitter dat zeggen en mooi overkomen naar de buitenwereld, maar je mag antwoorden op je mails. Dat gezegd zijnde... We hadden een mailtje gestuurd en geen antwoord op gekregen. Ik heb nog geen antwoord gehad, hè? Nee. Oké, ja. Anders jammer, zou ik echt als een gemiste kans. Oké. Maar we hebben dus de loting van de Conference League gehad. Volgende op de planning is even de transfergeruchten die er nog zijn bespreken. Want onze Ultra zit hier nu niet, maar hij dropt wel om de 5 minuten een transfergerucht in de groepschat. De 2 daarvan zijn blijkbaar is Omgba, zeg ik het goed? Ja. Nog niet van de baan. En Van Lommel is blijkbaar ook ineens een speler geworden die naar Gent zou kunnen komen. Wat zijn de meningen over die geruchten? Ik vind het een beetje raar. Ik snap wel, bijvoorbeeld... het moeilijkste had ik het eigenlijk met dossier Yokota. Dat Pardo weg is, kan je 100% begrijpen. Want als je 12 miljoen plus nog iets gaat pakken op een speler die een half seizoen gespeeld heeft... En het is enkel winst, want het is een jeugdspeler. Allee, jeugd heeft tot zijn 15 ook bij Lille gespeeld, I guess. En het is dan nog Lille... Begrijp die transfer 100%, ben ik teleursteld, uiteraard. Maar ja, spijt dat hij weg is, want ik zou hem graag spelen. Maar. Om op Arnar zijn vibe werd te gaan, goed werk geleverd, gewoon veel winst gepakt. Ja, een speler die een half jaar gespeeld heeft. En dan bijvoorbeeld als we kijken naar Salah, die alweer weg is, is dat ook wel lachen, dat daar eigenlijk gewoon winst hebben gepakt. Maar dus, Yokota is uitgeleend aan Kaiserslautern. Ja. Is dat tweede klas of eerste klas? Tweede. Ik ga wel 50.000 man gaan kijken naar die match. Typisch in Duitsland. Ik denk eerlijk dat Yokota gewoon wil spelen. En dat dat een reden is waarom hij uitgeleend wordt. Maar ik zou hem, ik weet niet, als trainer meer kansen geven. Ik denk dat hij wel echt nog... Ik denk dat dat een persoonlijke keuze geweest is, want ik vind het een beetje raar dat hij eigenlijk wel speelde en dan niet meer. En nu is hij ineens weg. Het is zo een game. Voor mij had hij echt wel perspectief om nog te spelen. Ja, zeker. Dus ik versta dat niet goed. In het begin was hij wel nog vaak basisspeler. Ja, ja. En ik vond dat hij ook altijd wel iets bracht. Voilà. Ja, zeker. Ja. Hij bracht enthousiasme. Hij was creatief. Hij dribbelde goed. En in dat opzicht vind ik het gewoon raar dat je dan... En wat er aan mee gespeeld hebben, is denk ik... We zitten hier met 2 spelers. Yokota en Sonko. Voor Sonko hebben we 8 miljoen neergeteld. Gaan we die nu nog eens uitlenen en eigenlijk een beetje toegeven dat we een soort van dat hij niet klaar is, dat we gefaald hebben. Of gaan we hem toch de kans geven of Yokota.
Dat gaat er ook mee gespeeld worden, maar dan moet er nu in één keer wel... Dat zijn geruchten, hè. Het zou kunnen dat dat nog niet volledig juist is. Maar blijkbaar zou er wel tot aan 7 miljoen gegaan worden voor die Vansa of Vanska. Oh, wow. Dus als je dan de rekening maakt, betaal je wel 2 keer 7 miljoen minimaal voor een linkerwinger. Mm-hmm. Maar je laat dan Jokota gaan, dat is in, en Fernandes. Dat zijn dingen die ik niet zo goed begrijp. Dat zijn gewoon de dingen die ik niet Jokota wel even bij zijn, dat is huur, hè. Dus, ik weet het. Dat is ook al een signaal van... Ja, ik weet het, maar dat kan zijn dat hem... Bijvoorbeeld Lagadi zie ik nog terugkomen. Zeker. En spelen. Maar Jokota, eenmaal dat een speler van voor begint uitgehuurd te worden... Maar wat, ik zie dat ook ik nog. Vind dat wel anders. Het is afhankelijk wel voor het seizoen dat Kaiserslautern draait. Als Kaiserslautern bijvoorbeeld opkomt, hij heeft een zot goed seizoen gehad, ja, dan zou ik ook wel mee willen terug en in de Bundes gaan spelen. Maar... Het bevestigt gewoon zijn uitgaande transfer nu, want ik wil geen uitspraken doen over deze transferperiode nog. Ik vind dat dat wat tijd nodig heeft. Je moet die spelers wel tijd gunnen. We gaan sowieso in een van de volgende afleveringen een keer een overzicht maken van alle transfers. We hebben ook het eerste half jaar of de eerste matchen zitten scheiden op Gandelman. Hè. Dus, en nu is dat een van onze betere spelers. Ja. Hij moest er zo in komen. Dat is wel een goeie voor de zes. Maar de uitgaande transfer van Jokota bevestigt gewoon voor een absoluut fiasco de wintertransfer Mercato van vorig jaar was. Daar hebben we echt... Allez, dat, voor mij is dat... Ik heb dat truitje van Fofana, hè, zo dat speciaal eentijdig truik. Ja, dat ging ook maar eenmalig zijn. Dus nu ons... Allez, maar met lichte aanpassingen, onze Europees truitje, maar... Ik vond het eerst raar, maar ik vind het ondertussen echt prachtig. Beter op blauwe broekjes. Maar dat was gewoon ook... dat is heel duidelijk, die transperiode, dat Sambaro geen ene vak geeft om hoe dat je het sportief doet op dat moment. En dat is... Alle voetbalclubs zijn zo. We zijn nu die transitie van een of andere warme familieclub met nonkel Michel en Ivan. Zijn we nu aan het gaan naar een bedrijf. Maar dat is super duidelijk dat op dat moment die ploeg dat wij dan hadden, of die spelers wilden weg, of het interesseert me nu geen hol, maar die ploeg die kon meedoen voor de titel met die trainer. Ja, en sowieso. Je smijt dat dan gewoon weg in de winter. Ik heb die opgeschreven. Je hebt Fofana, Orban, Kuipers en Laga gaan weg. En wat komt er in de plaats? Mitrovic, Sonko, Jokota, Schmidt, Gambor en Surdé. Ja, 2 van die 6 zijn sava. Ja, dat is 33%. Dan zijn hij gewoon eens gebuist. En je moet die bijvoorbeeld, het is heel duidelijk dat we hebben nu Goodjohnson en Dean gekocht. Dat is gewoon die 2 spitsen vervangen die dat we eigenlijk moesten vervangen in de winter vorig jaar. Want alle uitgaande transfers nu vervangen we wel in bepaalde mate. Dus, maar die transferperiode, dat is zeer duidelijk dat... Dat we het dan gewoon vergooid hebben. Ik vind dat ook. Het is vooral Dine Winter die het verneukt heeft. Ik heb dat toen ook gezegd. En die speech van... die persconferentie van Lou was hier van... Ja, ik geloof... Of was het, ik, had de titel, dat gaat niet meer gebeuren. Dat denk ik als dat niet om moet zijn. En op zich is dat misschien... Dat was waar op dat moment. Maar waarom moet het dan nog niet zijn? Ja, klopt. Want als het dat zegt... Waarom zouden de mensen nog komen kijken, zo zegt hij? Snap je? Dat zou toch niet voor niks meer spelen. Ja, oké. Snap je? Want daar komen ze wel een beetje over. Ik snap het, ik ga er niet voor beginnen. Ja, ik weet wel. Ik ga wel natuurlijk, de mensen gaan wel blijven komen om ons ploeg te aanmoedigen. Hè. Ja, voor het sociaal, het is leuk om... Ja, het is zo. Het is wel waar wat je zegt. Als je zegt van, de titel zit er niet meer in. We spelen eigenlijk voor niks meer. In de huidige setup. Ja. Maar die 2 zijn iets verschillend, hè. 2 zijn niet hetzelfde. Ja, okay, het is verschillend om voor niets mee te spelen en voor de titel niet mee te spelen. Maar het is wel de realiteit dat we ons stadion nooit echt vol krijgen. Behalve als we succes gaan hebben. Maar dat is op zich niet anders dan in andere ploegen, hè. Het is gewoon, ik weet dat niet. Ik heb daar zo wat naar de metafoor... Kijk, in een standaard of zo. Gast. Bijvoorbeeld, zo. Ja, ik heb zo naar de metafoor zitten zoeken, dat is... moet Gent wel zien als een bakkerij of zo, die onlangs is overgenomen door Sambaro, en die ziet ineens, de bakkerij zit in financiële problemen. Fuck, ik moet een keer iets beginnen doen. Ik ga het glazuur van mijn taart aan, ik ga het fruit van mijn taart aan. Ja, om duur ga ik geen taart meer kopen bij uw vriend. Het is een negatief eigenlijk, zei het voor Baro. Ja, ik vind het echt omgekeerd. Ik vind echt dat Louwagie en De Witte er een bedrijf in geklopt hebben en dat Baro er nu stelselmatig dat er niet meer van aan het maken is. En het net wat familiaaler probeert aan te pakken, ook in het stadion, et cetera. En om volk te lokken, dat hij daar veel meer mee bezig is dan een Louwagie en een andere die gewoon resultaten en een stadion wouden halen. Voor mij is een omslag in je stadionvullen echt serieus gebeurd bij dat stadiondossier. En daar ook geld trouwens in gepompt, op weet ik veel van andere manieren. En daar verlies gemaakt. Welk stadiondossier? Ja, Gilamco gewoon, hè. Die omslag heeft ervoor gezorgd dat we minder volk aantrekken. We hebben gewoon chance dat we het tweede jaar kampioen zijn gespeeld. Anders ging het altijd half leeg gezeten hebben.
Dat heeft daar meer mee te maken, in mijn mening, dan dat Baron nu ineens komt. Die is niet zoveel beginnen veranderen. Ik vind eigenlijk trouwens dat hij, dankzij doordat hij de rem is, dat er veel transparanter wordt gecommuniceerd. Ja, dat veel meer dingen mogelijk zijn. Ja, dat is waar. Maar je bedoelt opkopen dan of zo? Ja, er is toch veel meer... Natuurlijk, vorig jaar, Cedric, zaten ook de Witte en Luas, die zaten er nog. En dat waarschijnlijk mee in beslist, hè, ja. En die transfers zagen nu. Ja, zeker wel. We het voordeel is wel dat we in het groen zaten dan. Dat, ja, dus dat zeiden ze toch, ja? Of, ja, dat zeiden, ja, ze. Ja, kun je, dat, niet, ja. Dat was ook een groot feest. Ineens hadden we 45 miljoen gewoon op ons bank staan om klaar om uit te geven. Dat, of vooral... dat, was, ja, dat is totaal niet waar. Hè. Transfergelden komen niet op die manier binnen. Ja, oké, okay, nee. Maar het wel meer mogelijkheden in de toekomst. Daar zit wel iets van waarheid in. Maar... Misschien is het ook wel daardoor dat we nu sterker stonden in de zomer voor die de loge voor betalen. Ja, maar het is ook de enige, hè. Allee, ik ben voorlopig alleen maar lyrisch over de Lorge. Maar Persco kwam echt anders over van Louagie. Dat was echt... Volgende zomer gaan we een keer spenderen en we gaan meedoen voor het kampioenschap. En dat is altijd zand in de ogen van die man. En nu is het tenminste reëel. Zelfs als Vidarsson praat over transfers, is het tenminste realistisch. Maar je gelooft hem ook gewoon. En, voilà. En dat kun je dan makkelijker aannemen ook als je een keer minder seizoen draait. En dat is het gewoon. Iedere keer moesten ze zich hoger inschatten dan een agent is... Bij Louagie en bij Ivan. Dat is ook gekend, heb het groot gemaakt. Ik versta dat, maar doe dat niet. Pretendeer niet dat we meer zijn dan we gaan doen. Dat ene ding, dat interview op die boot, dat weet iedereen. Hè. Dat hangt in. Volgend jaar volgende titel. En dan, Die foto hangt in mijn badkamer. Dat is nog een anekdote. Waarom in je badkamer? Dan kan ik goed kakken. Ik en Arne, die hier dus als gast is geweest, wij hangen... We vinden dat leuk om zo de meest random foto's op ons toilet te hangen, omdat wij dan zo, als het er bezoek komt, dan horen wij zo gewoon, what the fuck? Dus bij ons hangt er zo die foto en dan een foto van zo een interview in Sportvoetbalmagazine van Hein. Maar de foto is... Hein kijkt zeer kwaad. Dus terwijl dat je behoefte aan het doen zit, heb je een kwade Hein boven je. Dus dat is onze rare vorm van humor. Maar om nog terug te komen op wat je daar zei, dat is twee dingen. Allee, Vidarsson en de nieuwe manier is inderdaad veel transparanter dan vroeger. En dat is inderdaad een zeer positief iets, kan ik alleen maar beamen. Alhoewel dat ik het wel grappig vind dat Vidarsson hier vorige aflevering zegt dat... dat ze ook kijken naar sociale media en hoe een speler is in zijn omgang in de transfers. En dat ze nu misschien iemand gaan aantrekken die al maanden boel maakt met zijn club. Oh ja, oh my god. Vind ik een beetje grappig. Natuurlijk, allee, dat betekent nu niet dat alles wat die man heeft gezegd leugens zijn. Hè? Maar het is gewoon iets dat ik wil aanhalen. Daarover en, trouwens. Wil je nog dat hij komt, Ongba of niet? Blijf thuis met. Zo lang duurt om naar hier te komen. Okay. Moet niet meer. Blijf dan thuis. De Gent is iedereen welkom. Nee, en dan om terug te komen op wat jij zei, ik vind wel dat sinds de Sambaro er is, en natuurlijk dat is makkelijk om die naam te zeggen en om daarop te kakken alsof dat de reden van alles is, dat is niet zo. Maar ik vind wel dat er is meer verloop in kern sinds Baro er is. Dat is toch iets dat je niet kunt ontkennen. We hebben met de periode met Hein en de laatste jaren van Ivan, moesten wij, en dat is waarschijnlijk op dit moment nog steeds, lag onze loonlast veel te hoog en moesten wij dat afbouwen. Maar er waren wel... Er was bijvoorbeeld spelers zoals Castro Montes of Ojija of Kums en Dessart, dat zijn allemaal spelers die een lange tijd bij ons zijn. Er was daar niet zo'n groot verloop in. En als je naar Gent kwam, herkende de spelers die op dat plein stonden omdat ze er al lang waren. En dat is nu. Natuurlijk, ze zijn nieuw, dus je weet ook hoe lang dat ze zijn. Het is een volledige squad overhaul. Kijk je naar de ploeg vorig jaar, alle namen, en kijk je nu. En is ook niet typisch met een nieuwe trainer te dat al... Ja. Ook, nieuw ik heb het... Alles is nieuw, ja. Zeer lang geopperd, zelf ook. Denk dat niet alleen te verwachten. Dat is wel te verwachten, denk ik. Dat niet, maar dat verloop van die kern is al begonnen met de wintermarkt van vorig jaar. Ja, dat is wat ik wil zeggen. Maar dat was niet Barro zijn schuld. Dat is gewoon slecht gekocht. Dat is niet waar. Het Orban al de zomer ervoor weg geweest. Gaf het signaal dat er verkocht moest worden. Hè. Dus dat hem volledig daar onschuldig in pleiten, is niet correct, vind ik. Maar we gaan door naar de volgende rubriek, want we hebben er nog veel. Wacht, ik kan nog één ding zeggen. Ik zou graag een champagnefles kraken op Candus, die wijs. Maar het is ook maar op huur, hè. Als niet vergeten. De mensen thuis. Wie huurt er nu naar Saudi-ast? What the fuck? Ja, stel je voor dat naar Saudi-Arabië gaat. Of voor een nijkel zijn dan?
Op huur! Maar je kunt eerst geld. De mensen thuis zijn de koptelefoon aan het afzetten. Zot. De, bedoel, je kunt er eerst geld flappen aan verdienen. En het is niet dat hij daar beter gaat worden. Dus wij snapten, like, Robert, was wij dat is gewoon heel duidelijk dat je die weg gooit. Dat, we wel spion, dat is wel goed. Dat is wel goed. En ja, we zitten toch super breed in verdedigers. Hè? Dus we, het is een breed, inderdaad. Voilà. Dus, lieve luisteraars, we hebben een nieuwe rubriek die we heel snel gaan... Die duurt ook niet zo lang. Ja. Het noemt de ex-clubwatcher. Dus, je ziet hier een pot staan. In die pot zitten er allemaal namen van spelers die weg zijn bij ons. Oftewel zijn ze al gestopt of ze spelen nog. Wat gaan we om de zoveel tijd doen? Elk van ons trekt een naam. Uiteindelijk hebben we vier namen. Daar mogen jullie één speler uit kiezen in de poll in Spotify. En de speler die wint, die gaan wij voor een bepaalde tijd... hoe lang zullen we wel nog zien? Maar voor een bepaalde tijd gaan we die wat belichten. Gaan we kijken hoe dat die bij Gent is gekomen. Hoe dat die zijn periode misschien was. Hoe dat zijn carrière was eenmaal dat hij vertrok. Hoe dat de ploeg doet waar dat hij nu zit. Zo een beetje wat breder trekken dan enkel over Gent in de huidige situatie praten. Dat kan denk ik wel tof zijn. We zullen ook op YouTube in de reacties de vraag stellen. Oké, inderdaad. Dus dan is het nu tijd voor iedereen om een naam te trekken. Sommigen liggen naar boven, dus kijk niet in de pot. Ik heb zo het gevoel van zo die balkjes bij de loting. Ja. ik heb een interessante naam. Ik ga voelen naar welk balkje dat warm heeft. zelf in de pot. Dus ik ga de namen zien dat ik geen pak. Oké. Wacht, anders zeggen we wel al nu al zo'n twee namen, anders is het wel lang stil. Dus Jentel, godverdomme, ik heb er twee pakt. Hij mij het was. Ik heb ze niet zien. Dus. Jij toch welke naar de gij? Ik heb Jonathan David. Hoi. Oh, Jonathan David. Hij weet nooit wat hij wint. Ook bij de top 3 beste spelers ooit. Oh, wauw, ook interessant. Trokken. Ik heb Chuck Vitadze. Bij mij is het echt on-era. Yaya Sumahoro. Oh, nice. Hein maakt trouwens de vergelijking tussen Varela en Sumahoro in zijn commentaar tijdens de wedstrijd. I can see that. Spurtbom, zonder veel overleg. Ik heb onze geliefde Gift. Oh. Gift, oh, ben blij dat ik dat niet getrokken heb. Dus we gaan die vier namen ergens posten. En dan kunnen jullie stemmen op welke speler. Dus de eerste speler wordt in de rubriek ex-clubwatcher. Dat is eigenlijk ook een scheidnaam. Dus als jullie betere namen of ideeën hebben... Shoot. Ik heb wel een licht vermoeden wie dat gaat worden. Qua populariteit. We zullen wel zien. We gaan de stemming niet beïnvloeden. De volgende rubriek... Come on, boys. Stem op Sumahoro. De volgende rubriek hebben we eigenlijk een beetje indirect al gehad. Dat is de barometer. Ja. Ja. Misschien... Maar we hebben weinig tijd. Ik zou eigenlijk misschien gewoon skippen voor de volgende aflevering. Oké. Want we hebben nog twee rubrieken. Hè. Nee, we hebben gewoon hierna nog de wie is wat. Ah, dacht dat je nog eentje had. Maar Google moet ook bijna weg. Hè. Zo, doe maar. Is oké? Hoe snel de barometer dan? Doe maar de barometer. Ja. Dus ik zal heel snel overlopen. 0-3 winst tegen Vikinger, 1-2 verlies tegen Dender, 2-2 tegen Silkeborg, 1-0 verlies tegen Salawa, 3-2 winst tegen Silkeborg, 4-1 winst tegen Westerlo, 0-1 winst tegen Partizan, 1-0 winst tegen Partizan. Dat was het. En dan hebben we dat was deze maand. Hè. Ja, maar pakt hem erbij, zou ik zeggen. 1-0, 1-1 Antwerp. Ja, weet, transfers, we gaan een andere keer nog een keer allemaal overlopen. We gaan, ja... Toch minstens één heel goed transfer met Loorze. Anderen moeten nog wat... Kun je nog wat zien? Ik ga een 5 geven. Omdat ik wil... Om die reden... Ik zien, we zijn gekwalificeerd voor de groepsfase. Ja. Niet vergeten. Ja. Trouwens, tegen Partizan. Dat is een ploeg die begonnen is in de Champions League. De vorige keer hebben we daarvoor verloren. Ja, maar daar is echt... Het is wel begonnen in de Champions League. Ja. Ik bedoel, maar, dat is wel een zeker niveau. Die zullen misschien een goed zijn. Ik weet niet hoeveel die veel uitgaande transfers hebben gedaan. Maar... Een paar jaar geleden hebben we ook tegen Partizan gespeeld. Dat was ook maar dat was verloren. Dat was inderdaad wel een andere ploeg. Die was blijkbaar veel beter. Ik vind wel, gelijk zo 5 jaar geleden of 3-4 jaar geleden, als wij kwalificatie zouden moeten spelen tegen Partizan, zouden we eigenlijk al semi-mijn-ei in ons broek zitten. Dat had ik ook wel ook. Ik nu minder. En zeker als ze speelden, had ik ook zoiets van, heb ik elke match wel zo, het komt maar goed. Ja, en daarvoor had ik dat niet. Dat is ook omdat je die heksenketel daar hebt vermeden. Hè. Dat als waar. Je daar er is, kan dat zijn dat je terugkeert met 0-2 of zo en trekt Partizan gewoon een muur op thuis. Gaat er dan maar een keer door. Dus. Ja, ze zeggen allemaal, ook die van Gent, van ik speel liever met publiek, ook daar. Maar ik denk dat beter is dan we... Voor ons was beter dat er geen publiek was. Ik ga toch een 7 geven. Omdat ik op voorhand het verwachte resultaat niet ging zijn. Dat we in opbouw zijn, dat we in...
was dat een keer aan het maken zijn. Het begint wel een klein beetje te komen, ja. Ongeveer. Ja, het zit wel systeem en lijnen, dat zien we nu wel. Jullie hadden dat net gezegd hebben, dat er wel iets in zit. Het is niet gelijk vorig seizoen, dat weten we, maar... Inderdaad. Maar ja, so be it. En ook gewoon voor alles de rond wil ik in de recht wel kudos geven. En ook bij het bestuur. Ja. Communicatie, echt een zieke duim naar Tom. Ik vind onze nieuwe conculega Zonder Zever, die podcast, vind ik een zeer leuk iets. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is 7 minuten dat er gewoon... even kort wordt. Zwak. Dat gewoon zo harde informatie. Meer een positieve boodschap te brengen. Gewoon zo harde informatie is. Dat is gewoon... Vaak met mensen van... of spelers, of Vidarsson, of weet ik veel wie. En dat is altijd... Dat is zeer transparant. Dus als dat zich doorzet, ben ik daar zeer grote fan. Nu ook bijvoorbeeld met die tickets van Chelsea. Dat is eerder geloot of zo. Of gisteren. I don't know. En direct al een race en vragen. En ze hebben vandaag al een communiqué gedaan. Vorig jaar konden we dat niet indenken. Het feit dat Arnar Vidarsson hier op de podcast is gekomen, midden in de transferperiode. Sorry, maar dat is du jamais vu. Onder Louwagie en Ivan de Witte. Dat in combinatie met transparant zijn over de dingen. Als er iets fout loopt, nu in het stadion waren een paar mensen aan het zeggen tegen Antwerpen, vooral omdat er non-alcoholisch dat bier niet gekoeld was. Ja, maar andere dingen ook niet. Ja, maar het was heel warm. Ik verlangde wel naar zo'n ijskoud water. Ja, verstaat. Maar ik wil maar zeggen, dat wordt gezegd. Tom of anderen van de club nemen dat op, repliceren daarop van, we hebben het genoteerd. En bij de andere bestuur zou dat altijd al geweest zijn vanuit de hoge ivoren toren. Weet je wel wat we allemaal betekend hebben voor jullie? En jullie zitten te zagen om water. Snap je? Dus voilà. Wacht, je moet nog zo je bril op je neus zetten. Zo, maar zo. Ja, zo. Ja. Zo, inderdaad. Klaps. Zo lang met die meis. Mag. Maar dus. Wat ging jij zijn? Ik heb een 7 gegeven. En ik heb een 5 gegeven. Niet het gewoon. Allee, misschien kwam ik te negatief over daarnet. Maar het is eerder zo vanuit en ik moet nog zien. Ik ben nog niet overtuigd door de dingen die ik heb gezien. Ja, snap ik ook wel. Maar het is ook niet super slecht geweest of zo, snap je? Nee. Allee, dus... je kunt ook Anderlecht fan zijn, hè, op dit moment. Ja. Het kan maar echt erger. Het kan echt erger. Natuurlijk, ja, bedoel, is het super goed? Nee, maar allee, het is ook niet dramatisch slecht of zo. Anderlecht staat eerste, maar moet je kijken naar de match. Ja, dat is. Zeg je dat veel van hoe dat we ons gedragen als club of communiceren, doet daar heel veel voor, omdat het niet het beste is. Maar daardoor vind ik het ook niet zo erg. Dat is bij mij een beetje. Ik ga een 7,5 geven. Ben ik wel positief. En ik zie het ook wel goed komen met de transfers nu. Tot 6 september is zeker dat het open is. Denk het. Ik heb wel vertrouwen in Arnar. En ook al gewoon als het klassement bekijkt, we staan nog een match minder. Als je die wint, dan staat er gewoon 1 punt achter de neers. Ja, het staat wel allemaal heel dicht op elkaar. Ja, tuurlijk. Ja, eigenlijk mogen ze altijd ook niet naar het klassement kijken, de eerste speeldagen. De eerste seizoenshelft. Ja. Mogen we daar niet naar kijken? Want we beginnen super vroeg, super lang transfers. Alle ploegen staan altijd maar goed als de transferperiode gedaan is. En moet daar een keer de laatste 3 jaar naar kijken. Tot aan dat de transferperiode sluit, is de stand altijd soortgelijk aan dit. Alles op een kluit. Je hebt altijd het gevoel, iedereen kan toch van iedereen winnen, maar tegen het einde van het seizoen staat iedereen de usual suspects. Ja, plus 1 staat in de top 6. Ja. Tegen het einde van het seizoen hebben altijd zo die topploegen die wel gewoon weer in de eerste staan. In ons systeem is het ook duidelijk dat je een heel seizoen op geen ei kunt schuppen. En als je dan in de play-off goed zit, dan word je kampioen. We moeten er gewoon in geraken. Fuck play-offs. Mogen wij binnen 2 weken hebben wij misschien een leuke primeur? Mogen wij die nu al delen of gaan wij die nog even achterwege houden? Ik weet niet wat hij bedoelt. Dus misschien dat we ons gaan verplaatsen naar in podcastland. Weet je op wat ik het heb? Nee. Ik weet het echt niet, maar vertel het gewoon naar de opname. Nice scoop. Bedankt voor het verhaal. Voor een keer dat ik mee ben en jullie niet. Er komt misschien iets leuk aan, naar aanleiding van de Slag van Vlaanderen. Ik weet wel wat je bedoelt. Maar we gaan daar nog communiceren. We zullen dat later communiceren. Ik weet misschien van niks, maar je moet de chat maar niet dempen. Ik doe dat zelf ook. Hij moest nog een cijfer geven. Ja, ik ga ook een 7 geven. Okay. Dus dat is deftig, niet super, is ook niet slecht of zo. 7, 7, 7,5 en 5. Ik heb hier Excel, dus ik kan dat hier snel dat gemiddelde berekenen.
is gelijk aan gemiddelde. Examen? Nee, zoek het op. Ik heb geen goesting om te doen. Volgende rubriek is Wie is Watta? Dat is ook de laatste rubriek. Er is één... Jij mocht niet op mijn scherm kijken of het zien. Maar er is dus één... toch niet van zover. Er is één Wie is Watta voor jullie en er is één Wie is Watta voor de fans. Voor jullie. Dus, tip 1. Ik was nooit eigendom van AA Gent. Tip 2. Mijn huidige marktwaarde is bijna evenveel waard als die van Orban, Kuipers en Yaremchuk tezamen. En 3. Ik denk ook dat ik het weet. Ja. Maar even... Wacht, en 3. Ik won al verschillende prijzen met de jeugdreeksen van mijn land, maar nog nooit met het eerste elftal van mijn land. Denk dat ik het weet. Mag ik een gokje wagen? Geef misschien Gogo nog wel tijd en de luisteraars. Maar nee, hij valt echt niet de Frank. Moet ik wachten? Het is een speler die nooit met hen tegen zit. Het was nogthans een speler die vaak. Niet, nooit eigendom. Maar ik denk dat ik op dezelfde zit als Gentel. Okay. Maar hij speelt momenteel in. Kijk, het allemaal één gok, anders is het niet. Ja, oké, nu dat ik het zei. Mijn gok is Sørloth. Sørloth is volledig fout. Okay. Wow. Het zal misschien met die tips ook wel. Zit, okay. Zit, ik zat op dezelfde als Gentel. Ja. Ik dacht, hij speelt niet momenteel bij Atletico. Wat was je laatste tip? Nee, die speelde Villa. Wacht, even snel checken of dat Sørloth, of dat dat ook zou kloppen. Van marktwaarde dan. Ja, van marktwaarde. Maar zijn marktwaarde is meer dan Tjouk, Orban en Fofanat samen. Nee, en Yaremchuk samen. Ah, Tjouk, ja. Ah, Tjouk, ja. Sorry. Dus om en bij de... Ik dacht 50, van ja, speel niet bij Atletico, dat van zat hij wel zijn. De Wie is wat, dat zou niet gelden. Maar hij heeft dus wel bij Gent gespeeld, hè. Gewoon als huurspeler. Ja, ja, ik weet het, ja. Dat ben ik niet ook. Dat is ook mee, maar ik moet echt pijzen. Hoog. Ja. Nee. Camille. Nee, extra tip. Hij speelt momenteel als spits in Engeland. Awoniyi. Ah, ja, hem zijn. Ja, het is Taiwo Awoniyi. Juist, ja. Die dus in het seizoen 18-19 is uitgeleend door Liverpool aan ons. Dat was het seizoen, was even kijken. Ja. Oh, damn. Shit, dat was het eerste seizoen met Jes Torup, dus waar dat Yves van Dragen begint, maar Jes Torup eindigt. Ja. We speelden daar dan de finale tegen KV Mechelen voor de beker. Maar als ik mij het goed herinner, speelt hij niet. Nee. Ik weet echt weinig nog van de match. Hij speelde echt bijna nooit dat seizoen, behalve in het begin. Van voor was het Yaremchuk, links was het Dompé en rechts stond Sørloth in die finale. Die speelde toen niet echt in de spits zelf. Dat was ook echt een speler, die zag spelen en dacht echt van, wat is dit? Hoe dat dit er nog uit is gekomen, als je die bij hen hebt gespeeld, dat nooit van je leven verwacht, want de gasten komen echt Ik heb daar zelf niet zoveel herinneringen meer aan. Daarom, kerel kon heen, kon niet op een Maar ik kreeg veel kansen, maar je miste gewoon allemaal. Dat was echt zo, Maar dus Taiwo Awoniyi was dus van seizoen 18-19 uitgeleend door Liverpool aan AA Gent. Zijn huidige marktwaarde ligt volgens Transfermarkt op 28 miljoen. Dat is meer dan de som van Orban, of bijna evenveel als de som van Orban, Kuipers en Yaremchuk, want die zijn respectievelijk 15, 10 en 3,5 miljoen. En hij won met de U17, de U20 en de U23 van Nigeria al prijzen. Maar nog nooit met het eerste elftal van Nigeria. Zij verloren bijvoorbeeld de finale van de Afrika Cup afgelopen jaar tegen Ivorcus. Ivorcus, ja. Waar speelt hij nu weer eigenlijk? Nottingham. Daarvoor bij Union Berlin. Tenzij dat hij in de allerlaatste dagen nog veranderd is. Dan gaan we heel snel opzoeken. Nee. En dan de Wie is wat daar voor de fans. Dus tip 1. Ik won al een prijs in Amerika. Tip 2. Ik ben groter dan De Jagere en Watanabe, maar kleiner dan Torunariga en Sørloth. En 3. Ik heb iets gemeenschappelijk met Momodou Sonko en Magnus Eriksen. Die laatste, als dat geen belletje doet rinkelen, dat is een speler die... Ik heb geen speel. Inderdaad, in het Jules Ottenstadion heeft gespeeld. Door Soljet. En die had, ik weet... Het enige dat ik me daar nog van kan herinneren, is dat hij een zeer stevige trap had. Kleine stukt. Voilà. Veel opzoekplezier. Dan zijn we rond voor vandaag. Ja. Ik weet niet of we nog dingen moeten zeggen. We zijn er niet per se terug volgende week, want ik weet niet, voor de mensen die de communicado officieel niet hebben gezien, we hebben beslist om wat gewoon meer op te nemen wanneer het ons uitkomt. Niet per se elke week. Dus we zien wel wanneer dat we elkaar... terugzien wanneer jullie ons terugzien. Er komt zo wat lui over. We zullen het laten kaderen. We hebben werk en professionele dingetjes. Ja.
Dus dat is allemaal moeilijk om hier elke dag... Het komt gewoon minder uit. Ja, ja. Komt nou, als studentenkop is dat iets makkelijker. Maar je hoort dan liever iets op voorhand organiseren dat we weten. Kunnen er allemaal zijn dan dat we last minute moeten zitten en we zijn liever zoeken, voorbereid. En ik denk dat we nu ook iets voorbereider waren dan behalve sommige andere keren. Van dat jongen, die ene mag ik niet meer weten. Nee, dan willen we graag zeggen, agent, antwoord op je mails. En tot volgende week. Ciao. Salut.